op 1 augustus was de hoeveelheid vis die in onze zeeën, in de oceaan, gevangen was, al evenveel als alle vissen uit de zee zich maximaal in 1 jaar kunnen voortplanten. Maar toch zijn daarna nog 5 maanden te gaan in het jaar en wordt er gewoon doorgevist. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Lopke, diëtist met een groen hart en host van deze show. Deze podcast staat helemaal in het teken van gezond en bewust leven, duurzaamheid en persoonlijke groei. Ik neem je mee in mijn eigen ontdekkingsreis naar een gezond, duurzaam en bewust leven en wil je op die manier een helpende hand bieden om de gezondste en groenste versie van jezelf te worden. Geniet van deze show en vergeet je niet te abonneren en laat me middels een review of beoordeling weten wat je van deze podcast vindt. Jouw feedback is voor mij namelijk ontzettend belangrijk. Het helpt me enorm om relevante onderwerpen te behandelen en leuke gasten in de schijnwerpers te zetten. Dus laat alsjeblieft een review achter. Je input wordt echt zeer gewaardeerd. En superleuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik ben echt onwijs enthousiast over de gast van deze week. Dat is namelijk de enige echte Dos Winkel. En Dos Winkel is wel een redelijk bekende naam in de wereld van mensen die bezig zijn met duurzaamheid. En ik zou nu een uitgebreid verhaal kunnen vertellen over wat Dos Winkel allemaal heeft gedaan. Hoe die terecht is gekomen in wat hij nu doet. Maar we hebben het er echt heel erg uitgebreid over gehad, over zijn hele leven bij wijze van spreken tijdens de podcast. Dus dat laat ik lekker gewoon Dos Winkel doen. Ik kan in elk geval vertellen dat ik nog nooit iemand heb ontmoet die met zoveel passie en gedrevenheid kan vertellen over dit onderwerp, de oceaan. Hij heeft echt een enorme strijdlust om mensen te vertellen over wat er op dit moment gaande is, waar we niks over horen, of veel te weinig in ieder geval over horen in de media. Wat misschien wel op dit moment het ecosysteem is wat het eerste ten onder zal gaan. Dan hebben we het over de koralen, maar ook over de snelheid waarmee de visstand achteruit gaat. En er zijn heel veel mensen die misschien denken van, nou ja, dan geen vis, dan geen koraal. Maar dat heeft ontzettend veel consequenties voor al het leven op aarde. En hoe dat precies met elkaar verbonden is, ja, dat laat ik gewoon lekker Dos Winkel uitleggen, want dat kan hij veel beter dan ik. Dan voor ik de podcast instart nog even 2 praktische mededelingen. Allereerst de podcast zelf. De geluidskwaliteit is namelijk niet zoals je gewend bent en ik kan niet meer dan mijn excuses daarvoor aanbieden. Dos Winkel heeft een vrij grote ruimte, een vrij groot huis. Dat is niet best voor de kwaliteit van het geluid. En ik heb het proberen op te poetsen, dus het was nog veel erger. En ik hoop dat je er doorheen kan luisteren. Alles wat je moet horen is gewoon goed verstaanbaar. Alleen de kwaliteit, als je het hoort, dan begrijp je wel wat ik bedoel. Daarnaast zat zijn vrouw Bertie ook in de ruimte. Daar is niks mis mee. Dat was alleen maar hartstikke gezellig. En die mengt zich op een gegeven moment ook nog even in het gesprek. Dan weet je ook wie dat is, want dat wordt niet op dat moment benoemd. Dat is dus zijn vrouw. En die hoor je ook af en toe een klein beetje rommelen op de achtergrond. Niet super storend of zo, maar dan weet je waar dat allemaal vandaan komt. Het zit niet in jouw oortjes, het zit echt in de ruimte waar de podcast is opgenomen. En tot slot wil ik je nog even op de hoogte brengen van mijn sponsor van de show. Dat is namelijk Yogi & Yousefs. Zij maken echt super lekkere producten op basis van dadels die helemaal gezond zijn. Want ze zijn dus met ongeraffineerde suikers gemaakt. Ze produceren ook op een duurzame manier. En je kan ook de dadels zelf kopen. En ik kan je vertellen, die zijn echt, echt, echt bijzonder lekker. Waarom? Omdat ze namelijk niet gedroogd worden, waardoor ze niet zo hard worden, maar ze worden gekoeld. En hierdoor houden ze echt die zachte smaak. Ik had nooit gedacht dat ik zo zou gaan praten over dadels, maar op het moment dat je ze hebt geproefd, dan snap je wat ik bedoel. En als jij een bestelling bij hun doet en je gebruikt de code LOPKE10... dan krijg jij 10% korting over je bestelling en dan krijg ik ook 10% van jouw bestelling. En zo houden we de show dan in stand. Dus win-win. Jij super lekkere producten en ik kan de show blijven maken en op die manier impact blijven maken met alle kennis die we kunnen delen.
Want ik kan je vertellen, er komen echt nog heel veel mooie afleveringen aan. Ik heb mooie afspraken staan en al een paar podcasts opgenomen. Dus many more to come. Wordt echt heel erg leuk. Goed, dan ga ik hem lekker instarten. Geniet van deze aflevering. Luister goed naar wat Dos te vertellen heeft, want het is super belangrijke informatie. En ik zou je ook willen zeggen, overweeg om een donatie te doen aan SeaFirst. Want ze doen super belangrijk werk. Dat is de stichting van Dos. Om mensen op de hoogte te brengen van de verschrikkelijke staat eigenlijk waarin de oceaan zich bevindt. Maar ga eerst maar eens genieten van wat Dos te vertellen heeft. En je hoort mij nog even aan het einde van deze podcast. Heel veel plezier. Ja, we zitten bij de enige echte Dos winkel. Die ik heb ontmoet in Groningen. Groningen was het toch? Bij de Green Shift. Ja, Green Shift. Leuk. Ja, super bedankt voor je gastvrijheid sowieso. En leuk dat ik hier ben. Ik vind het wel leuk om even te beginnen met een beetje achtergrondinformatie. Want ik weet niet of iedereen jou kent. Voor mij sta jij bekend als de oceaanvoorvechter. Maar volgens mij was je fysiotherapeut was je ooit, toch? Nou, ik ben. Ben nog steeds. Tuurlijk, ja, dat blijft. Eigenlijk een beroep, dat verleer je natuurlijk nooit en dat verlies je nooit. Nee. Ik ben fysiotherapeut, helemaal gespecialiseerd op orthopedie. Ja. Dus alles wat met bewegen samenhangt. Ja. He, spieren, pezen, banden, gewrichten, zenuwen, ja. Het is een opvallende shift. Dus kan je vertellen hoe dat zo is gekomen? Ja, het is een opvallende shift. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is mijn leven niet echt heel ingrijpend veranderd. Want ik gaf altijd al heel veel les als fysiotherapeut. Ik reisde echt, mijn voetafdruk was niet zo bijzonder laag. Niet zo laag, nee. Nee, dat moet ik wel bekennen. Maar ik reisde over de hele wereld en ik gaf lezingen en lessen over, en ik zag veel patiënten over orthopedische geneeskunde. Mm-hmm. En op een gegeven ogenblik was ik in, we waren in Aruba uitgenodigd om lokale artsen en fysiotherapeuten les te geven. Die hebben een cursus gegeven van een week. En iemand vroeg of ik zin had, of we zin hadden, Bertie was er ook bij, mijn vrouw en de jongste dochter Femke, of we zin hadden om mee te gaan duiken. Dit was in 1984, dus best al lang geleden. Ja, ik was er nog niet. Nee. En ik dacht, nou dat is leuk hè, als kind gingen we met mijn ouders, mijn broertje, en ik gingen met mijn ouders naar de Middellandse Zee. En dat was heerlijk, en dan gingen we snorkelen. En dan zag je allerlei fantastische dieren, gewoon op een paar meter van het strand. Een zeepaardje zien was heel gewoon. Ja. Toen, ja. Snap je? Ja. En nu is het zo dat als je een zeepaardje vindt, dan is het wauw, een zeepaardje gezien. Ja. Ja. Nou, die duik die we daar gedaan hebben, twee duiken in Bonaire, in Aruba, sorry. Die waren zo bijzonder dat ik was meteen eigenlijk helemaal verloren. Ja. Verliefd ook op wat ik daar zag. En mijn cursiste, aan wie ik heel enthousiast vertelde van ik heb gedoken en ik vond het geweldig, die zei, nou als je dat zo bijzonder vindt, dan moet je naar Bonaire. Ja. Want Bonaire is veel mooier dan hier Aruba. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Na afloop van die cursus die ik gaf, zijn we naar Bonaire gegaan. En daar heb ik een cursus gedaan, een officiële duikcursus met Bertie samen en de jongste dochter Femke. En meteen erachteraan een cursus onder waterfotografie, want dat was een van mijn grote hobby's, hè, fotograferen. Ja. Want ik dacht, ja, dan moet ik ook onder water kunnen fotograferen. Ja. Oh, je fotografeerde op het land bedoel je? Ja, op het land. Okay. Ja. Is dat heel anders? Totaal anders. Ja, serieus? Ja, natuurlijk. Op het land kun je of uit de hand, of als het een beetje moeilijker is, van statief fotograferen. Onder water ben je altijd in beweging. He, alleen al door je ademhaling ga je naar boven, naar beneden. Ja. Vaak is er dan ook nog een zekere deining onder water. En er is heel vaak ook stroming onder water. En je moet toch doodstil zitten, liggen, hangen in het water, om een perfecte foto te kunnen maken. Ja, ja. Want je hebt een relatief trage sluitertijd, trager dan boven water. En dat is dus heel anders.
Heel anders. Je kan niet even een statiefje opzetten. Nee. En ook niet zeggen tegen je onderwerp even stil zitten, jongens. Maar dat doet het land ook niet altijd. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Nee, maar dus het is echt een andere tak van sport. Oké. Toen kwam de liefde voor het duiken. En toen kwam de liefde voor het duiken. En toen zijn we heel veel reizen gaan afstemmen, ook op duiken. Al bleek al heel snel dat Bertie er moeilijk tegen kon, omdat je had heel veel problemen om, niet om naar beneden te gaan, maar om weer naar boven te gaan. Dus de lucht die zich in je met lucht gevulde holtes, zoals de sinussen, de bijholtes en zo, verzamelt. En waar die gecomprimeerd wordt, die lucht, naarmate je dieper gaat, die gingen bij Bertie niet vlot uit. Ja. Dus daar kreeg ze heel veel last van. Ja. En uren na het duiken kwamen er soms nog stromen, zeewater uit haar neus en uit haar holtes. Dus dat was niet zo'n goed idee. Ik kreeg er ook hoofdpijn van. Dus uiteindelijk zijn we die reizen toch anders gaan indelen. Niet altijd hoor, maar in een aantal gevallen gebeurde het dat ik dan eerst ging. Zoals bijvoorbeeld naar Thailand of naar Papua Nieuw-Guinea. Ja. Dan ging ik duiken en fotograferen. En Bertie kwam daarna en dan gingen we andere bijzondere dingen doen. Want Bertie is ook fotograaf, gespecialiseerd in tribale culturen, stammen. He, we hebben daar hele mooie boeken van gemaakt, net zoals van de onderwaterwereld. En ja, die stammen die vind je nou helemaal niet onder water, dus dat is boven water. En vaak ook met hele moeilijke reizen, heel moeilijk te bereiken stammen. Ja. Wat heel veel tijd kost, heel veel energie kost, waar je ook geen infrastructuur hebt. Dus waar je of met een groep naartoe gaat, groepje, heel klein groepje. En iemand die de taal spreekt van die mensen, bij voorkeur iemand die uit die stam komt, maar uiteindelijk ergens in een stad terecht gekomen is, maar toch een beetje Engels spreekt en de taal van die mensen. En dan kun je daar met die mensen communiceren, wat wel heel belangrijk is. Ja. Maar goed, dat is een heel lang verhaal. We hebben meer dan 90 stammen bezocht over de hele wereld. Van het Amazone-regenwoud tot in de binnenlanden van India. Zo. Waar we de laatste koppersnellers bezochten. De Naga-cultuur, heel bijzonder, echt heel bijzonder. Ja. Maar dat is dus een ander type reizen. En vaak combineerden we dat. Ging ik eerst dus, Bertie daarna. Ja. En dat duiken, dat was echt helemaal... Nou, duiken, daar ben ik volledig aan verslaafd geraakt. En ook aan de is het echt een verslaving, denk je? Of? Ja, ik voelde het wel zo, hoor. Hartkloppingen? Hartkloppingen niet. Ik kon juist mijn hart bijna stilzetten als ik een foto maakte. Dat heb ik geleerd. Ja? Dus tussen twee hartslagen in een foto maken. Oh, serieus? Dat kun je leren, ja. Oh, wauw. Ja. En dan heb je minder beweging, hè? Want elke keer als je hart klopt, zeker onder water, dan trilt dat door in je camera. Ja. Tot zover doorgaat. Ja. Bijzonder. Wauw. Dus, hey, en inmiddels dan vooral voorvechten voor oceanen? Want, nou ja, in die jaren dat ik gedoken heb, de laatste duiken waren een paar jaar geleden in de Seychelles. Ja. Dat was echt verschrikkelijk. Dat was dramatisch. De ellende die ik daar onder water zag, plus dat niet alleen dode dieren, maar ook dat echt alles verdwenen was. Wanneer is het overgegaan? Ik denk een jaar of 5 geleden. Oh, dat is toch helemaal niet lang geleden? Nee. Maar dit gebeurde dus overal. En daarna heb ik eigenlijk niet meer gedoken. Dus, te pijnlijk. Pijnlijk ook wel, ja. Ik zou ook niet meer terug willen naar Bonaire, waar we echt uiteindelijk 10 jaar gewoond hebben. Ik zou gewoon niet meer terug willen. Want weet je, het doet pijn om te zien hoe dat allemaal veranderd is. Als jij, duik je eigenlijk? Nee, nooit. Nou, als jij nu naar Bonaire gaat en je gaat daar een duikcursus doen, je gaat duiken, vind je het helemaal fantastisch. Ja. Maar ik ken de situatie van ruim 30, 35 jaar geleden. Ja. Snap je? Ja. En toen was het heel anders. De flora en fauna, de kwaliteit van het koraalrif is met ongeveer 70% achteruit gegaan. In die 30 jaar dat jij... Wow. Ja, omdat je nu eenmaal niet een hek om een natuurpark kunt zetten. Boven water wel, maar onder water niet. Het is een onderwaterpark. Je kunt niet zeggen van... Je kunt wel zeggen van... Hier mag niet gevist worden. Maar je kunt niet zeggen van... Hier mag geen
te hoog CO2-gehalte in het water komen. Nee. Hier mogen geen chemische verbindingen in het water komen. Ja. Je kan wel zeggen, hier mag niet gevist worden. Ja. 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 Dus je kunt een onderwaterpark, een onderwater national park, dat in feite goed beschermd wordt. Het Bonaire Marine Park is het best beschermde park ter wereld. Kun je niet beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ja. Dat is onmogelijk. Ja. We weten bijvoorbeeld nu dat er triljarden partikels, nanopartikels, plastic, het zijn de allerkleinste, in het zeewater zitten. Ja. En ook trouwens in ons drinkwater. Ja. Maar in het zeewater zitten, die tasten alles aan, zelfs het plankton. Ja. En die kun je niet tegenhouden. Ja. En die zijn daar ook nooit meer uit te halen. Ja. Ja. Dus het beste wat we kunnen doen om dat hele plastic probleem te tackelen, is gewoon geen plastic meer gebruiken of 100% te recycleren. Ja, je gaat echt al heel snel nu. Oh. Nee, dat geeft niet. Maar nu kom je op het punt oceaanvervuiling. Hè? Heel goed. Want er zijn heel veel issues. Tuurlijk, heel veel. Oceaanvervuiling. Ik kan me van vroeger nog herinneren dat je dan wel eens een olietanker zag die onder was. Of een booreiland waar een gat was. Ja. En dan zwarte vogels en alles dood. Rampzalig. Verschrikkelijk. Ja. Maar tegenwoordig is plastic het ding. Misschien toen ook al, maar nu horen we dat in ieder geval veel meer. En er zijn nog veel meer vervuilingen. Dioxine, PCB's. Tuurlijk. Wat is er aan de hand? Waar komt het vandaan? En wat kunnen wij doen? Ja, om te beginnen komt het van de mens. Ja. Er zitten van nature natuurlijk allerlei dingen in het water die daar gewoon altijd gezeten hebben. Ja. Denk even aan de organische vorm van kwik, methylkwik. Ja. Dat zit gewoon in het zeewater, ja. Maar in een lage dosering. Ja. Als je nou gaat duiken in de Antillen, de Nederlandse Antillen, ja. Of aan de oostkant van Amerika, bijvoorbeeld bij Florida, daar heb je de Keys, de Florida Keys. Dat waren ooit schitterende koraalriffen, maar daar is ook bijna niks meer van over. Ja. Daar barst het van de methylkwik. Ja. En hoe komt die dan daar? Die komt daar door de goudzoekers in het Amazone regenwoud. Die gebruiken namelijk methylkwik om het sediment dat ze uit de rivieren halen waar goud in zit, om dat te verhitten. Dat doen ze met kwik. Dan kunnen ze het goud isoleren. Maar dat kwik verdampt en dat slaat neer. Elders, ja. Nou ja, gewoon op, het heet het regenwoud, het Amazone regenwoud. Dus het regent daar bijna elke dag. En dat kwik slaat weer neer. Ja. En dat komt in de natuur terecht, in de beekjes, maar ook op het land. En daardoor zijn echt al honderden, zo niet duizenden soorten dieren en planten uitgestorven. Maar dat kwik verzamelt zich in al die riviertjes, door die vele regen die er valt. Kreekjes, beekjes, dat worden riviertjes, rivieren, grote rivieren. Rio Negro, Rio Grande, Orinoco, Amazone. Komt allemaal uit in het noordoosten van Zuid-Amerika in de oceaan, de Atlantische Oceaan. En dat komt uiteindelijk met de stromingen in het Caribisch gebied. En elk dier dat je daar ziet, dat daar leeft, zit onder de methylkwik. En dat is er dus door de mens ingebracht, door de goudzoekers in dit geval. Ja. Maar zo hebben we bijvoorbeeld ook dioxines en PCB's en allerlei andere bestrijdingsmiddelen. Er zijn bijvoorbeeld brandvertragers, daar heb je heel veel soorten van. In dit huis ongetwijfeld ook. Daar zijn heel veel producten bewerkt met brandvertragers. Jouw eigen laptop bijvoorbeeld. Ja. Dat die niet bij één vlammetje al meteen in de fik vliegt. Die manier, ja. En dioxines en PCB's zijn in onze eigen Noordzee wel verminderd. Maar daarvoor zijn dan weer brandvertragers in de plaats gekomen. Die zorgen ervoor dat de dieren die gevangen worden in de Noordzee en die opgegeten worden, niet door mij, maar door mensen. Door mensen. Ja, dat die natuurlijk ook vol zitten met die brandvertragers. Daarvan wordt dan weer door de toxicologen gezegd, ja, maar die hoeveelheden die zijn minimaal en dat is niet zo erg. Maar ik heb ook met toxicologen gesproken, die ook weten dat er in de zee in totaal zo'n 80.000 verschillende gifstoffen zitten. Ja. Dat is niet normaal, hè? Nee. En dat is in een periode van mijn leven. Ik ben in 47 geboren. Toen zaten er ook al heel veel toxische verbindingen in de zee. Zo'n 20.000.
Maar in een periode van niks, van 47 naar nu, hè, we leven nu bijna 2020, nou ja, dat is een periode van niks in het bestaan van de aarde, zijn er toch wel ruim 50.000 verschillende gifstoffen bijgekomen, waaronder heel veel medicijnresten. Medicijnresten, ja. Ja, want je weet, als jij een pil inneemt, doet er niet toe wat voor pil. Ja. Of het een anticonceptiepil is, of het is een aspirintje. Het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Je plast een deel altijd weer uit. En dat wordt bij de waterzuivering nou helemaal niet tegengehouden. Nee. Er staan ook geen bordjes verboden voor medicijnen. Die alsjeblieft afsluiten. Nee, precies. Er wordt wel aan gewerkt. Ja. Wereldwijd. Er wordt wel geprobeerd om die medicijnresten terug te winnen. Maar ook dan? Waar laten ze het dan achter? Ja, weet je. Het moet erg zijn. Ja, maar uiteindelijk komen die medicijnresten allemaal in de zee terecht. Ja. Allemaal. Via de waterzuiveringsstations, dat gaat er gewoon doorheen, komt het via de rivieren of de kanalen, komt het in de zee. En daar zou ik een uur lang over kunnen praten hoor, wat er met dieren gebeurt door al die medicijnresten. Ja. Maar dat is onvoorstelbaar. Sommige diersoorten, om even een voorbeeldje te geven, aan de oostkust van Amerika is dat gebeurd, die zijn gewoon uitgestorven door die anticonceptiepil. Die massaal daar in het water terechtkomt. Bizar. Ja, bizar. En de dieren veranderen van geslacht, kunnen zich niet meer voortplanten en sterven uit. Dus ze zijn eigenlijk zelf, oh wauw, ze zijn zelf ook anticonceptie aan het innemen. Ja, in feite wel, ja. Wauw, ja. Bizar. Dus dat is een gevolg van ons medicijngebruik, dat voor de meeste mensen totaal nieuw is. Die hebben er geen flauw idee van. Geen idee. En zo zijn er wel 100 voorbeelden te noemen. Hoeveel tijd hebben we voor deze podcast? Ga los, ga je gang. Ja, okay. Het maakt echt niet uit. Maar... Nee, maar dan begrijp maar je. Maar als je vis eet, eet jij ze ook. Dus dan eet je ook weer... Nou, als je vis eet... kijk, je moet je voorstellen, die vis zwemt in zijn eigen ecosysteem. Dat is water. In dat water zit ontzettend veel wat er niet thuis hoort. Wat wij er ooit ingeflikkerd hebben. En dat is ongezond voor de vis. En heel ongezond voor de mensen die die vis opeten. Dus die vis doet zijn mond open om te eten. Of om welke reden dan ook onder water. Om te gapen bijvoorbeeld. Dat doen vissen best vaak. Dan komt water binnen. Ja, dat komt in de ingewanden van dat dier terecht. En dat diffundeert, dat verdwijnt. In het lichaam, een deel komt in de lever terecht, een deel komt in het vetweefsel terecht. Ja. Ja, want heel veel van die stoffen zijn lipofiel. Daar weet jij als diëtist alles van. En die komen dus in het vetweefsel terecht. Vet, ja. Bij ook. Precies, bij ons ook. Ja. En, dus dat is niet gezond. Nee. En als je dan een dier opeet, ja, dan krijg je dat binnen. Zijn er cijfers bekend? Ja. Vertel. Er zijn zeker cijfers bekend. Er zijn ook hele websites van... bijvoorbeeld, we hadden het net over kwik, methylkwik, in de vissen van het Caribisch gebied en Oost-Amerika. Nou, daar is een website van, daar kun je, en dat wordt ook elke maand bijgewerkt, kun je precies zien van welke dieren je echt niet moet eten, echt moet vermijden. Mm. Er is een artikel ooit geweest in, volgens mij, die International Journal of Toxicology, waarin staat dat je zwangere vrouwen, wat jarenlang aangeraden is, vooral geen vette vis en geen roofvis moet laten eten. Ja, ja. Waarom niet? Omdat daar zoveel methylkwik in zit. Het voedingscentrum zegt dat nu ook hoor. Ja. Die zeggen ook maar inderdaad alleen roofvissen. Ja, maar dan vette vis ook. Hè. Hoe meer vet een vis heeft, hoe meer van die gifstoffen erin zitten. En zware metalen en alle andere troep. Ja. Dus dat is eigenlijk een crimineel advies om nu nog tegen zwangere vrouwen te zeggen, je moet vette vis eten. Ja. Of roofvis, hetzelfde wat mij betreft. Eet wel dat veel in Nederland? Ik denk dan echt alleen maar aan haaien. En dan eigenlijk... Nee, maar tonijnen. Oh, is tonijn ook een roofvis? Ja, tuurlijk. En kabeljauw en dat soort dieren. En zwaardvis bijvoorbeeld, dat zie je ook nog alles op het menu staan. Ook al is het een... Eet het te lang niet meer, dan zie je dat niet meer. Nee, terecht natuurlijk, dat je het niet eet. Ja. Al was het maar voor je gezondheid, maar het is natuurlijk ook een belangrijke factor als het gaat over overbevissing. Ja. Het leegvissen van de oceaan. Wat ons bijna gelukt is. Ja. Als je die chart ziet van hoe het eruit zag in 1900 en 1950 en 2000 en nu.
Nou ja. Ja. Alles is zo ongeveer overbevist. Ja, ja, ja. Nou, dat is wel een mooi bruggetje, want ik heb ook opgeschreven inderdaad. Visvangst / bijvangst. Ja. Dat is nog een ander probleem. Wat moeten we je bij voorstellen? Kan jij getallen eraan hangen? Hoe ver zijn we? Vertel. Nou, dat kan ik. De laatste Eurocommissaris Visserij. Oh nee, dat is niet waar. Ik heb daarna Maria Damanaki heb ik ook nog gesproken. Maar daarvoor was het Joe Borg. En Joe Borg was een goed bedoelende en goed willende Eurocommissaris Visserij. Hij wilde het echt verbeteren. Hij heeft een zwart boek uitgebracht. Mm-hmm. Waarin precies stond wat er fout ging. En die cijfers, die gebruik ik nog altijd. Is ondertussen ongetwijfeld erger geworden. Want er verbetert helemaal niks, ondanks allerlei goede beloftes. Hij schreef dat, nou moet ik het even correct reproduceren, dat ongeveer 90% van alle vissoorten die door schepen van de Europese Unie gevangen worden, dat die ernstig bedreigd waren. In 90%? 90%? Je zou dan zeggen dat het een noodtoestand... Ja, dat is ook een noodtoestand. En dat weten alle NGO's zoals SeaFirst, zoals wij... Ja. En andere organisaties, Seas at Risk... dat is een overkoepelende lobbyorganisatie in Europa. Daar zijn wij ook lid van, dus dat is heel belangrijk. Want je kan niet alles... Al het lobbywerk kan je niet allemaal zelf doen. Nee. Maar goed, toen deed ik nog wel heel veel. En Joe Borg zei dat dus... En die zei, voor roofvissen gelden nog veel hogere getallen. Ver over de 90% is uitgestorven. En dan heb je het dus inderdaad over tonijn, zwaardvis, haai, kabeljauw. Dat is heel problematisch. En hoe komt het, zei hij? Omdat wij heel bekende, belangrijke, goede marienbiologen en visserijbiologen vragen om te kijken wat nog verantwoord is om aan vis te vangen. Die visserijbiologen die zeggen de toestand is dramatisch, maar als je nou toch per se haring wil vangen of sol, ik noem maar even twee voorbeelden, dan zou je niet meer dan, noem maar een bedrag, 100.000 kilo of zo kunnen vangen. Waarschijnlijk is dat een hoeveelheid die ze minder is dan ze kunnen meer voortplanten. Precies, reproduceren. Ja, dat is dan weg en langzaam. Precies, ja. En dat is daar baseren zogenaamde duurzaamheidscertificaten zich op, hè? Ja. MSC, waar ik helemaal niet voor ben. Ik had hem ook opgeschreven, ja. Okay. Die komt zo wel. Dat gaan we straks doen. Bij de oplossingen. Ja, maar daar heb ik geen enkel vertrouwen in. Maar in ieder geval, als je dus meer vangt dan dat dieren zich kunnen reproduceren, dan ben je dus... dat is geen hogere wiskunde om te snappen. Nee, dat snapt zelfs een zuiveling, denk ik. Ja. Mijn hond, misschien niet de allerintelligentste, die begrijpt dat nog. Dus, en dat is precies, fishing down the food web noem je dat. Mm-hmm. Dat is precies wat er al decennia lang gebeurt. In ieder geval in Europa en in de rest van de wereld waarschijnlijk nog veel meer. Als je kijkt naar de Aziatische landen, waar bijna niks meer te vangen is. En ook Zuid-Amerika. Het is dramatisch. Ja. He, Bertie en ik waren, we hadden een fototentoonstelling in Brazilië, de hoofdstad van Brazilië. En toen gingen we daarna naar Rio de Janeiro. En we spraken daar met een visser. En die zei gewoon, ja, al onze bootjes liggen hier. We kunnen gewoon niks meer vangen. Er is niks meer. Ja. He? Fishing down the food web. En dat gebeurt dus. En een heel mooi voorbeeld is dus afgelopen jaar, 2018. Toen was de hoeveelheid vis die op 1 augustus gevangen was. Dat noemen ze het resultaat van het Global Footprint Network. En dat heet Earth Overshoot Day. Mm-hmm. In Groningen heb ik dat even besproken. Ik ken Earth Overshoot Day. Nou, op 1 augustus was de hoeveelheid vis die in onze zeeën, in de oceaan, gevangen was, al evenveel als alle vissen uit de zee zich maximaal in 1 jaar kunnen voortplanten. Maar toch zijn daarna nog 5 maanden te gaan in het jaar en wordt er gewoon doorgevist.
En dit is precies wat Joe Borg dus al beschreef. Dit gaat maar door en door en door, want die eurocommissaris geeft die adviezen van de wetenschappers door aan de visserijministers van de 27, nu nog 28 lidstaten, na de Brexit 27. Ja. Die geven het weer door aan hun vissermannen, want die moeten weten wat ze mogen vangen. En zowel de visserijministers als de vissermannen leggen er 45-50% bovenop. En zo vissen we al decennia lang 90-95% te veel. En te veel is meer dan dat de wetenschappers hebben aangegeven dat je kunt vissen. En het gaat zo maar door. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Omdat er veel te weinig controle op is. Ah. En ze verscherpen die controles wel, maar het maakt geen moer uit. Ja. Er wordt veel te weinig onderzoek gedaan. Er wordt veel te weinig met de alarmbel geluid. De alarmklok wordt niet geluid. Dit is echt een heel erg groot probleem. Ja. Want, en dan kun je wel zeggen, ja jongens, dan maar een zee zonder vis. Maar zo werkt het niet. Hè? Die vissen zitten niet voor niks in de zee. En die vissen blijken dus in staat te zijn om oceaanverzuring, een van de allergrootste problemen van dit moment, terwijl bijna niemand er iets van af weet, ja. Maar het is volgens wetenschappers een van de allergrootste problemen van dit moment. Oceaanverzuring betekent dat door broeikasgassen die een verzurend effect hebben, CO2 dus, hè? Ja. Want niet alleen warmt de atmosfeer en warmt het water van de oceaan op door CO2, er zijn trouwens andere broeikasgassen die nog veel slechter zijn dan CO2 als het over opwarming van de oceaan en de atmosfeer gaat. Maar laten we ons even beperken tot CO2. Dat doet de oceaan verzuren. Dat betekent dat alles wat kalkhoudend is, gaat oplossen. We weten bijvoorbeeld al dat de kalkcontent, de hoeveelheid kalk die in het plankton zit, zowel plantaardig als dierlijk plankton, is in de koude wateren, bij de polen, hè, al met ruim 30% afgenomen. Nou, ik kan je meteen vertellen, als het plankton sterft, met name het plantaardig plankton, dan sterven alle dieren op het land. Zo simpel is het. Want dat fytoplankton, dat plantaardig plankton, maakt meer zuurstof dan alle bomen en planten op het land. En niet een beetje meer, maar veel meer. Er is jarenlang gedacht, dat is 50-50, hè? De oceaan maakt ongeveer evenveel zuurstof als alle bomen en planten op het land. Maar er zijn nu steeds meer wetenschappers die zeggen van dat ligt dichter bij 70, zelfs 80% dat uit de oceaan komt dan van alle bomen en planten op het land. En ja, dat komt natuurlijk weer omdat er steeds meer natuur verdwijnt. Ja, ja. Want wat is er nog over van onze regenwater? Ja, ja, ja. Dat is ook flink ingeperkt. En die vissen blijken dus die oceaanverzuring tegen te kunnen gaan. Want er zit wel veel kalk in het zeewater. Met je hoe ze dat doen? Hoe dat precies? Ja, dat ga ik je nu uitleggen. Oh, vertel. Er zit veel kalk in het zeewater. Ja. Die kalk komt met de CO2, die dus ook uitbundig aanwezig is. Het is gewoon een CO2-feestje in de zee, hè? Dus die kalk en die CO2 en al die rotzooi die er in de zee zit, komt met elke slok, komt dat bij de vis binnen. Mm-hmm. Maar die CO2 en die calcium, die gaan een reactie aan. En dat komt er als calciumcarbonaat met de ontlasting van de vis weer uit. Mm-hmm. Daar hebben we een heel mooi filmpje trouwens van gemaakt. Ja, een animatiefilmpje. Dat staat op onze website van seafirst.org. Ja. Dus iedereen is hierbij uitgenodigd om naar dat filmpje te kijken. Dat is een heel leuk filmpje. Animatiefilmpje. En die calciumcarbonaat komt er dus inderdaad met de ontlasting uit. En die zie je uit die half vloeibare ontlasting van de vis. Dat is een soort horizontale beweging. Maar dan zie je altijd kleine deeltjes uitvallen. En dat is die calciumcarbonaat. Dat is CO2 in gebonden vorm. Ja. Er kan geen kwaad meer als CO2. En dat zakt naar de diepzee. Naar de bodem. En daar kan het helemaal geen kwaad. Je kan het een beetje vergelijken met radioactief afval, dat je in een betonnen bunker giet, helemaal ingebed door dat beton. Nou, dat
kan ook de komende 100.000 jaar geen kwaad. Ja. Dan moeten we er daarna wel weer wat aan doen. Ja. Maar zo kunnen we van onze verzuring afraken. Door de vissen. Maar we hebben verdorie zo weinig vis over. Ja. Vergeleken bij 50 per 100 jaar geleden. Ja, ja. Dus dit is een enorm probleem. Want als we geen plankton meer hebben. En dat erkent de wetenschap natuurlijk ook. Dat is het belang ook van vissen in de oceaan. Verzuring tegengaan. Geen plankton meer. Dat plankton wordt aangetast. Door de verzuring, door de CO2, gaan we gewoon dood. Heel simpel. Want dieren zijn volledig afhankelijk van zuurstof. En mensen zijn ook maar gewone zoogdieren. Ja. Die denken dat ze slimmer zijn dan andere dieren. Maar uit heel veel dingen blijkt dat dat niet zo is. We zijn gewoon afhankelijk. Ja, ja. Hé, hey, en dan hebben we al het, visvangst en de bijvangst. Bijvangst trouwens. Nee, bijvangst hebben we het nog daar niet over gehad, hè? Nee. Want dat wou ik net vragen trouwens. Ja. Ja. Je had het over een berekening die dan een commissaris had gemaakt van zoveel mag. Is de bijvangst daarbij Nee. Er is in Europa wel wat veranderd, hè? Er is heel veel lobbywerk gedaan om te zorgen dat die bijvangst 1 niet meer gebeurt. Dus schepen moeten selectiever gaan vissen. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze niet. Nee. Dat is onmogelijk. Maar dus, juist geloof ik tegenwoordig, dat was wat ook geopperd als een oplossing. Dat elektronisch... Ja. Ja, maar dat is een hele foute oplossing. Het inderdaad, het scheelt ongetwijfeld een heleboel benzine. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen voor de vergiftiging van de atmosfeer door CO2 is dat wel een oplossing. Maar... En daarom waren al die Franse vissers en andere Portugese, Spaanse, Franse vissers waren er zo tegen dat dat algemeen goed zou worden. Als je gaat pulskoren vissen, dan gaan alle jonge dieren dood. En dat is onderzocht. En dat is dus hetzelfde als de kip met de gouden eieren slachten. Dus pulskoren vissen doen ze... Want er zijn nog steeds vaartuigen die dat mogen. En dan tot een bepaalde tijd en dan is dat ook afgelopen. Dus als je een stroomstoot geeft, in plaats van met die hele zware wekkerkettingen over de bodem, waardoor de hele bodem vernietigd wordt, boomkorvissen heet dat. Ja. En je gaat nu een puls geven, een elektrische puls, dan schieten de dieren op van de bodem, die schrikken. Veel dieren breken dan hun wervelkolom. Zo. Ja, die schrikken zo hard dat ze hun spieren zo hard contraheren dat ze hun wervelkolom breken. Ja. Wij hebben hier in de vijver verschillende van dat soort dieren gehad die geschrokken zijn van onweer en bliksem. Oh, wauw. Ja, ja, dus vissen zijn daar heel gevoelig voor. Ja. Voor dat soort angst en stress. Oké, maar die dieren die opspringen, die worden dan meegenomen door dat net. Maar de jonge diertjes, die blijven achter op de bodem. Die zijn geëlektrocuteerd, die zijn dood. Zo. En dat is een ongelooflijk belangrijk motief om te zeggen, die pulskor, die moet weg. Of heb... totaal veranderen. Dan heb je geen bijvangst, maar bijdoding. Precies. Ja. Maar dat is ook een soort van bijvangst natuurlijk. Hè? Ja. Nou, en dan wat de echte bijvangst betreft, daarvan heeft Europa nu gezegd, die moet... Zo heet dat met een officieel woord. Die moet aangeland worden. Dus de bijvangst mag niet meer terug dood de zee ingegooid worden. Maar moet aangeland worden. Nou, daar maken ze dan weer visvoer van. Voor kweekvis. Daar maken ze voer van voor varkens. Voor kippen. Varkens en kippen die normaal van nature... Hè, als je de familie van de kippen en van de varkens in de natuur... Heb je die ooit een vis zien van, dat is ridicuul. Maar ze gaan toch, omdat er toch zoveel vis in de zee zat, hè, hebben ze vis gevangen uit zee. Dat was zo'n 38 miljard kilo tot voor kort. Alleen maar om tot voer te verwerken voor kweekvis, varkens en kippen. Bizar. Ja, maar hoe dom kun je zijn? Ja. Daarom zeg ik. De mens behoort tot de allerdomste diersoort. Nee, niet alle mensen, maar... Nee, in het algemeen. Hè? Want dit is gewoon natuurlijk niet normaal. Dus die zee wordt volkomen leeggevist om 1. De dieren op te eten. 2. Om indirect dieren op te eten. Namelijk dus tot visvoer te verwerken en de kweekvis op te eten.
Maar je weet waarschijnlijk ook, en dat is toch al 1000 keer in het nieuws geweest, daar is heel veel literatuur over. Als jij een zalm uit Noorwegen eet, en dat is minder erg dan al uit Chili bijvoorbeeld of uit Peru, dan eet je voor 1 kilo zalm 2 tot 6 kilo vis uit zee. Zoveel moeten zij eten om uiteindelijk 1 kilo te produceren. Ja, en dat is dan nog eens extra die bijvangst dus. Dat is puur wat ze zelf hebben gegeten. Ja. Tuurlijk. Dan gaat het misschien wel richting de 10-12. Ja. Ja, bizar. Ja. En om tonijn kunnen ze nog altijd niet in het wild kweken. Dat heb ik vast begrepen, ja. Of in het wild, in gevangenschap. In gevangenschap, ja. Als je een vet gemest tonijn, want dat is wat ze doen, ze vangen tonijn en die houden ze in een kooi in open zee. Maar die dieren kunnen alleen nog maar rondjes zwemmen. Die kunnen niet meer de enorme afstanden die ze normaal zwemmen. En die krijgen dus vermalen vis uit zee te eten. Als je dan 1 kilo van die tonijn eet, eet je tussen de 12 en de 20 kilo dier. Ja. Ja. Want dat hebben ze op om 1 kilo te maken. Dat wordt dan ook geopperd als oplossing. Precies. Ja. He, maar aan de andere kant zijn er kwekers, visveekwekers, die proberen met soja en insecten en op andere manieren die vissen te eten te geven. Ja. Maar dat werkt gewoon niet. Want de meeste vis die gekweekt wordt om op te eten, is een carnivore vis. Ja. Bestaat en leeft door andere dieren op te eten. Ja. In het wild. Ja. 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 En nu krijgen ze ineens soja en insecten. Dat willen ze helemaal niet. Dus een heel klein beetje bijmengen lukt vaak wel. Maar er zijn al tientallen kwekers alleen al in Nederland in het afgelopen decennium failliet gegaan. Omdat ze het goed probeerden. Ze wilden het wel. Maar alle dieren werden ziek en gingen dood. Ja. Dus het lukt gewoon niet. Het lijkt me ook niet echt. Ik weet niet waar die soja vandaan kwam, maar dat lijkt me ook geen oplossing. Nee, Brazilië natuurlijk. Ja. Dat is allemaal Braziliaanse soja. Ja, dat lijkt maar me ook. Maar voor het regenwoud. Ja. Nou, je weet wat ik bedoel is gegaan. Ja. Ja? Ja. Ja. Dus vernietigd. Ja. Ja. Ja, het lijkt wel als mensen met een oplossing komen, dan je haalt de ene kreukel weg en de volgende verschijnt weer. Ja. Weet je? Klopke, ik wist hier ook allemaal niks van. Maar in die 30 jaar duiken heb ik die onderwaterwereld zo hard achteruit zien gaan. Ja. In 30 jaar, dat is niks, hè? Ja. In het bestaan van de aarde is dat helemaal niks. Ja. Zo hard achteruit zien gaan, dat ik uiteindelijk besloten heb om er wat aan te gaan doen. Dus ik heb mijn lesgevingsinstituut, de International Academy of Orthopedic Medicine, heb ik verkocht. De eerste paar jaar van de Seafirst Foundation, die ik toen opgericht heb, Kamer van Koophandel, Breda, keurig, Ambi erkend, enzovoort. Hebben we daarvan gefinancierd. En we zijn lezingen gaan geven, we zijn naar scholen gegaan. De Seafirst Foundation is nu de enige educatieve organisatie die zich bezighoudt met de oceaan, het beschermen van de oceaan, op een educatieve manier. We gaan niet zoals Greenpeace daar vind je ook al wat van. Sea Shepherd. Ja, ik vind het allemaal fantastisch wat ze doen. Maar Sea Shepherd die ging dus jarenlang naar de Zuidpool om daar die Japanse walvisvangers, walvisvangers, ja. Doders, moordenaars in een beschermd gebied voor walvissen. Om die daar aan te vallen en te proberen te verhinderen dat ze walvissen zouden vangen. Ja. Ja, ja, maar nee, zo zijn we niet. Ik zou het best wel willen hoor. Ja. Maar waarschijnlijk niet meer durven. Nee, gevaar voor eigen leven, ja. Ja, inderdaad. Het is echt je leven op het spel zetten. Maar ik heb daar grote bewondering voor. Ja, zeker. Zeker. Ja, dus, maar goed, maar wij zijn de enige educatieve organisatie. En nogmaals, ik zou alles wat daarmee samenhangt, van die bijvangst en van bijvoorbeeld het maken van visolie en de verandering van de temperatuur door al die broeikasgassen die met name ook van de dierenindustrie komen, gaan we het straks wel over hebben, denk ik. Ja. Ik zou daar nooit iets over geweten hebben als ik niet met dit werk begonnen was. Ja. Dus ik kan ook niemand wat kwalijk nemen als ze dat gewoon niet weten. En mensen staan na een lezing van mij of een les op school met hun oren te klapperen. Ja. Want ze horen zoveel dingen waarvan ze zeggen, ja, maar hoe kan dat nou?
waarom weet ik daar niks van? Ja. Ja, het staat toch echt wel ook regelmatig in het nieuws. Ja. Maar mensen lezen dat niet zo makkelijk. Klein hoekje in de krant. Ja. Ja. Nog iets wat je niet... Ik denk ook voor veel mensen nog het allernieuws. Dat de vis van spijvangst is denk ik nog wel voor redelijk mensen nog wel bekend. Koraalverbleking. Ja. Dat is tegenwoordig en volgens mij nog veel erger. Want volgens mij is dat nog veel eerder dat het koraal echt weg is, dood is. Ja. Je had wel een beetje over de methaan, of met over de broeikasgassen. Ja, daar heb ik het zo over. Vertel, wat is het fenomeen en wat is de consequentie? Het is zo dat koralen zijn één heel erg gevoelig voor temperatuurschommelingen. Dus opwarming van het zeewater gaat nu zo snel. En de verzuring gaat zo snel, daar kunnen ze ook niet tegen. Dat koraalpolypen zich niet kunnen adapteren. Die kunnen zich niet aanpassen aan de veranderingen omdat die te snel gaan. Er zijn in het verleden, weten we uit de paleontologie, de fossielenkunde en de geologie, de kennis van de aardbodem, weten we dat er schommelingen zijn geweest in de verzuring van de zee, in de temperatuur op aarde. We hebben ijstijden gehad, enzovoort, enzovoort. Nou, al die veranderde klimaten die we hebben gehad, zijn er niet eens zoveel hoor, een stuk of 15. Terwijl de aarde toch al 4,5 miljard jaar bestaat en er al 450 miljoen jaar leven op aarde is. In die 450 miljoen jaar zijn er 12 tot 15 serieuze klimaatschommelingen geweest. Deel dat even door 450 miljoen en dan heb je al een beetje een idee. Ja. Nou, nu zijn er mensen die zeggen dat de klimaatverandering van nu veroorzaakt wordt door menselijk handelen. En er zijn steeds meer mensen die dat zeggen. Sterker nog, het is nu bewezen dat het zo is. Ja. Want je kunt het klimaat niet in een periode van 100 jaar veranderen. Dat kan gewoon niet. Toch is het gebeurd. En we noemen dat tijdperk waarin de mens zo overheerst, het antropoceen, het tijdperk van de mens. En het feit dus dat we nu te maken hebben met een zeer snel ontstaande klimaatverandering heeft alles te maken met menselijk handelen. Wij produceren zoveel broeikasgassen. Wij, door ons, door de mens, onder andere CO2, hè, door het verbranden van fossiele brandstoffen, steenkool, aardolie, gas. Daarbij komt CO2 vrij. Hè, dus bij elke handeling waarbij je die stoffen verbrandt, dus de meeste industrie, hè, maar ook ons gas, licht, alle energie, wordt nog altijd voor het grootste deel veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Nou, er komt heel veel CO2 bij vrij. En daarnaast hebben we een krankzinnige dierenindustrie. Ja. Want we zijn met 7,8 miljard mensen op het ogenblik. Om je een idee te geven, in 1947 ben ik geboren. Hè? Heb ik net al gezegd. Nou, dat is 72 jaar geleden. Toen waren er maar 2,2 miljard mensen. En nu 7,8. Waar gaat dat heen? Ja. Naar 9 miljard in 2050. Naar 13 miljard in 2070. Ja. En dan kan het echt niet meer zo ver. Maar het kan eigenlijk nu al niet meer zo ver. Maar die dieren, daarvan hebben we er niet 7,8 miljard. Eén dier tegenover één mens. Nee, we hebben ruim 77 miljard dieren die we elk jaar opeten. En dan heb ik het alleen maar over de landdieren. Ja, niet de vissen. Niet over de vissen en de krabben en de garnalen en de kreeften en de schelpen. Want daarvan eten we er per jaar meer dan 2 triljoen. Triljoen? Ja. Wat hoeveel nullen zijn dat? Volgens mij is het 10 tot de 12. Ja. Dus het is echt allemaal zo absurd. En we kennen nu de zeer negatieve gevolgen daarvan. En we doen er veel te weinig aan. Ja. Nou, binnenkort hebben we weer de alternatieve parlementaire barbecue. Hè? Ja. Op het plein in Den Haag. Ja. Ze hebben mij gevraagd om daar ook met politici. Ik kom steeds. Om met politici te praten om dit soort dingen aan de orde te stellen. Want de gemiddelde politicus weet het niet. Nee. Sterker nog,
mensen als een Thierry Baudet. Ja, dat schoot in mijn hoofd met. En, ja, en klimaatverandering is voor alle tijden, en toch? En Donald. Hoe heet die? Donald Trump. Trump, hè? Ja, geloof ik ook dat hij zo heet. Nou, dat zijn mensen die bewust, want ze weten dat natuurlijk, die mensen zijn intelligent genoeg. Ze weten, een Baudet is intelligent. Maar die weet heus wel dat hij zijn kiezers bedriegt. Want klimaatverandering, ja, is van alle tijden, daar ligt hij niet, heb ik net uitgelegd. Alleen dat zijn periodes die duren honderdduizenden tot miljoenen jaren voordat een klimaat weer veranderd is. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus, en in 100 jaar, dat is onmogelijk, onmogelijk. Tenzij er weer een meteorietinslag is, waardoor de dinosaurussen verdwijnen. Ja. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde in de laatste 100 jaar. Nee. En daarom heeft de klimaatverandering, of het feit dat de klimaatverandering van nu door mensen veroorzaakt is, dat heeft nu de gold standard gekregen. De gold standard betekent dat als een wetenschappelijk feit echt 100% bewezen is, dan krijgt het de gold standard. Bijvoorbeeld het Higgs, kleinste deeltje dat er bestaat, heeft die gold standard gekregen. En dat betekent weer... We weten gewoon bijna zeker. Precies. Ja. De kans dat het niet klopt, is kleiner dan 1 op een miljoen. Ja. En voor de klimaatverandering hebben ze dat doorgerekend. De kans dat het niet klopt, is kleiner dan 1 op 3,5 miljoen. Dus Thierry Baudet... Meneer Baudet, luister nou toch eens een keer. Op die ene zit hij nog... We hebben je al een brief gestuurd, meneer Baudet. Oh, serieus? Ja, serieus. Dat is goed voor je. Zoals alle politici. We hebben zelfs een antwoord gekregen van we hebben het doorgestuurd naar onze klimaatverantwoordelijke. We hebben nooit een verder antwoord gekregen, want dit is natuurlijk helemaal tegen wat zij willen horen. Ja. Het is wel zo en hij weet het donders goed. Ja. Gewoon kiezersbedrog. Ja. Sorry dat ik zo fel ben, nee, dat maar het is kiezersbedrog. Ja. Nou ja, en dan hebben we nog die andere broeikasgassen. We hebben nog de broeikasgassen die door de dierenindustrie veroorzaakt worden. Dan hebben we het over methaan, dan hebben we het over lachgas. En we weten dat tegenwoordig op een andere manier de klimaattoxiciteit beoordeeld wordt. Namelijk niet over een periode vergeleken met CO2 van 20 jaar, van 100 jaar, maar van 20 jaar. Nou, als je kijkt naar CO2... Noem het standaardgas, hè? Dat is 1, dat krijgt het cijfer 1. Ja. Als je kijkt naar methaan, wat door de boeren en de winden van alle plantenetende dieren die wij weer opeten, ontstaat. Koeien, varkens. Koeien, nou ja, varkens minder, omdat we op alleseters zijn, maar koeien zijn planteneters, schapen, geiten, noem maar op, hè? Paarden zijn allemaal planteneters, die produceren methaan. Die methaan is 86 keer klimaatonvriendelijker dan CO2. We produceren weliswaar minder methaan dan CO2, maar het heeft een substantiële bijdrage aan de klimaatopwarming. Ja. Nou, dan zit er nog lachgas. Ja, grappige naam. Je wordt er ook inderdaad heel vrolijk van. De jeugd van tegenwoordig. Door jouw Engelse lezing kwam ik erachter dat laughing gas was. Laughing gas? Ja, ik wist het niet. Ja, dat is laughing gas. Grappig. Ja. En dat lachgas, dat is 310 keer klimaatonvriendelijker. Dus nog veel klimaatonvriendelijker dan methaan ten opzichte van CO2. Ja. 310 keer. Ja. En dat zit in de mest die heel veel boeren in Europa illegaal over het land uitsmeren. Dat mag helemaal niet. Dat moet verwerkt worden, omdat die lachgas moet eruit gehaald worden. Oké. Snap je? Ja. En er is net weer een schandaal in België naar boven gekomen. Dat boeren met tankwagens heen en weer reden, omdat men wist dat dat in de gaten gehouden werd. Naar in de richting van de fabriek waar dat dan verwerkt moet worden, die mest. En ondertussen strooiden ze het uit over het land. Maar er werd natuurlijk gekeken naar die mestwagens. Maar daar zat helemaal niks in. Oh. Ja, echt weer een typisch Belgische oplossing. Ik woon in België, maar goed, sorry jongens, zo is het nou eenmaal. Ja. En dat vinden de meeste Belgen zelf ook. Nou ja, dit is natuurlijk een krankzinnig verhaal. Hè? Ja. Dus ze hebben de opwarming in België van de atmosfeer moeten herberekenen
vanwege de enorme hoeveelheid lachgas die dus is vrijgekomen. Ja. Door die boeren die mest illegaal over het land uitstrooien. Ja, ja, ja. Hey, we waren eigenlijk bij de koraalverbleking. Ja, en koraalverbleking ontstaat dus door... Door de temperatuurverschillen, hè? Ja. Van de aarde en, nou, van de oceaan zelf. Ja. Nou heb ik begrepen... En de verzuring. En dan heb ik begrepen dat... corrigeer me... Dat omdat het water is als een soort reflector of zo. Dat 97% van de warmte die op aarde valt gaat naar de zee. Dus het warmt ook nog sneller op in zee dan op het land. Maar dat is altijd zo geweest. Ja, ja, maar dus de koralen zijn nog kwetsbaarder. Alleen door de lachgas, de methaan en de CO2 warmt het zeewater nog veel sneller op. Nog harder op, ja. Hè? En daarbij de verzuring natuurlijk door de CO2. Want dat doen methaan en lachgas niet. Die CO2... zorgt ervoor dat het zeewater letterlijk zuurder wordt. En dan moet je rekenen. Dat is een ingewikkeld verhaal hoor. Maar even voor de chemische chemisch onderlegde luisteraar. Bij 320 parts per million. Als je een kuub zeewater hebt. En daar zit CO2 in. Bij 320 parts van een miljoen deeltje zeewater. Dan begint het koraal het al moeilijk te krijgen. Ja. We zitten nu al op veel plekken waar koraalriffen zijn op 420 parts per million. Dat betekent dat de algjes, zoals wij bacteriën in ons lijf hebben, hebben koraalpolypjes, hebben algjes in hun lichaam. Die kunnen die temperatuur niet volhouden. Die gaan uit de lichaampjes van die koraalpolypjes. En die polypjes kunnen dat even volhouden, daarna sterven ze. En dan krijgen de koralen de kleur die ze van nature hebben. Want ze zijn gemaakt, hun huisjes zijn gemaakt van calciumcarbonaat, daar hebben we het al even over gehad. Ja. Dat is gewoon kalksteen in feite. En dat is wit. Dus de koralen worden wit. En het Great Barrier Reef, het belangrijkste, grootste rif ter wereld. Bekendste ook, denk ik. Bekendste ook, hè, aan de oostkust van Amerika. Australië, toch? Van Australië, toch? Verdorie, zeg. Ik zeg het maar even, ik durf het bijna niet. Dankjewel. Ja, het is zo ziek dat je vanuit satellieten kunt zien hoe verbleekt dat rif is. En het is waarschijnlijk onomkeerbaar. Zo. Wetenschappers zeggen nu dat tegen 2040 geen levende koraalriffen meer zijn. Ja, ja. En voor wie de wijsneus die zou zeggen van, nou ja, dan geen toeristentrekker meer. Ja. Werkt dat zo? Nee, ik denk het niet, hè. Want heel veel mensen zijn voor hun voedsel en hun overleving afhankelijk van een koraalrif. Heel veel van de mensen met wie ik ook gedoken heb en waar ik verbleven heb in Papua, in Raja Ampat, Indonesië enzovoort enzovoort, zijn echt afhankelijk van het koraalrif, waar heel veel vissen leven. En die eten bijvoorbeeld, met een gezinnetje van vier, eten een visje van 15 centimeter. Dat doen ze de hele dag over. Ja. En dat is wel duurzaam vissen. Het is niet zoals het hier gebeurt. Ja. Snap je? Ja. En die vissen hebben alle kans om zich te vermenigvuldigen. Maar die mensen zijn dus afhankelijk van de koraalrif. En die koraalriffen gaan dood. Dan gaan de vissen en alle dieren die daar leven ook dood. Hoe simpel is het? Ja, ja. En dus de mensen die ervan afhankelijk zijn ook. En waar ik het voor het opnemen al even over had gehad. Wat is nog de invloed van die zonnebrandcrèmes? Want dat hoor je ook heel veel tegenwoordig op het koraal. Ja, inderdaad. De meeste zonnebrandcrèmes bestaan uit verschillende chemische componenten. En die zijn zeer schadelijk. Maar niet alleen voor het koraal, maar voor alles wat er in de zee leeft. Dus ook het plankton. Ja. Nogmaals. We zijn afhankelijk van het plankton, hè? Ja. 70% gemiddeld, daar gaan we maar even vanuit, 70% ja. Van de zuurstof die we inademen komt uit de oceaan. Nou, dat plankton wordt aangetast door allerlei zaken. Door de opwarming, door de verzuring, door de chemische vervuiling. En daartoe behoren niet alleen al die medicijnresten en een heleboel andere stoffen, maar zeker ook zonnecremes. Ja. Weet je ook waar je op kan letten als consument? Nou, dat weet ik niet precies. Ik ben daar nog nooit helemaal ingedoken. Zoals in de oceaan. Ja. En een heleboel andere ecosystemen ook trouwens. Maar dat moet ik eens gaan uitzoeken. Maar je kunt
zonnebrandcremes kopen bij de natuurwinkel, bij de bio-winkels, die 100% oceaanvriendelijk zijn. Oké, okay, als dat erop staat, dan kan je ervan uitgaan dat het... Bertie, weet jij wat er precies op staat? Nee, moet ik het natuurlijk behalen. Nou, goede oefening, ja. Heel graag. We komen erop terug dan. Ja, we komen er zo even op terug. Ja. Ja. En er zijn er oplossingen waarvan je al net een aantal hebt benoemd. Of schijnoplossingen. Ik heb er ook een paar inderdaad nog op gezocht. Die MSC-vis, dat zegt dus eigenlijk niet zoveel, hè? Nou, MSC... Het is, is het een goed bedoelde organisatie? Het is ooit goed bedoeld. Ja. Het is officieel een NGO. Hm. Een NGO is dus een non-governmental organization. En dat betekent dus een stichting, zoals wij. SeaFirst, een stichting is. Maar volgens mij is het echt geen goed doel. En ik ga je een paar voorbeelden geven. Er is heel veel literatuur over van hele bekende marinebiologen, zoals Daniel Pauly. Dat is de bekendste marinebioloog ter wereld. En Daniel Pauly heeft ooit onderzocht wat nou precies de doelstellingen... Nee, wat de doelen zijn die MSC nastreeft, maar die ze echt niet halen. Omdat toch geldelijk gewin dan boven komt drijven als zijnde een reden... om het met die doelen niet zo nauw te nemen. En wat zegt het dan precies over MSC staat op jouw visje? Ik ga je een voorbeeld even geven. Ja. Want als je het voorbeeld hebt gehoord, dan zeg je, oh jee. Ik snap het, ja. MSC wilde een paar jaar geleden de zwaardvisserij in Canada als MSC-keurmerk. Certificeren. Ja. Nou, daar is ontzettend veel protest tegengekomen vanuit, nou ja, bijna alle NGO's die iets met de zee te maken hebben. Oké? Okay? Mm-hmm. Dat protest was terecht, omdat bij die zwaardvisvisserij heel veel blauwe haai gevangen wordt als bijvangst. Dat kan oplopen tot 60%. Blauwe haai is een officieel bedreigde diersoort van de IUCN. Ik voel hem al aankomen. Ja. Ja. En toch hebben ze die certificering doorgezet, omdat ze er ontzettend veel geld mee konden verdienen. Zo. Ja, nou ja, iedereen was laaiend, maar niet van enthousiasme natuurlijk. En MSC verdient dan omdat de visser moet betalen om het keurmerk te krijgen? Precies, zo werkt het dus. Hè? Ja. Dus eigenlijk vraagt de visserij om het keurmerk. En dan is het MSC die zegt, nee, jij hebt er geen recht op, want tuinijn is niet... Okay. Ja. Maar het idiote is dus, je moet eigenlijk de vergelijking maken. Er zijn twee visserschepen die op de Doggersbank vissen. Naar welke diersoort dan ook. En die vangen dezelfde vis in dezelfde hoeveelheid. Alleen als je MSC gecertificeerd bent, mag je niet in het paaiseizoen. Het paaiseizoen. Ja. Wanneer de dieren weer jongen gaan krijgen, mag je niet vissen. Dat is het enige. En kan het ook zo zijn dat de vissersboot dan het ene seizoen zwemt en dan vist en geen keurmerk krijgt en het volgende seizoen daar ook vist en dan wel het keurmerk krijgt? Nou, volgens mij werkt het zo niet, hoor. Zo werkt het niet. Nee. Je bent MSC gecertificeerd of je bent het niet. Dus als je het wel bent, dan moet je ook wel daaraan houden. Maar nogmaals, in het voorbeeld dat ik gaf, hè, van die bijvangst van blauwe haai. Dat is toch wel ontzettend treurig dat gebeurt. En daar heeft iedereen zich echt heel veel zorgen over gemaakt. Ja. Behalve MSC zelf. Ja. Ja. Hey, en wat zegt dolfijn vriendelijk gevangen? Dat kom ik ook wel eens tegen. Nou, misschien mag ik nog één opmerking maken over duurzame vis. Er is maar één soort vis die duurzaam is. Okay. En dat is de vis die vrij in de oceaan zwemt. Ja. Want elke vis die we nu nog uit de zee halen... Ja. Zorgt ervoor dat er nog meer verzuring van de oceaan komt. Dus die vissen zijn echt waanzinnig belangrijk. Niet op je bord, wel in de zee.
En die gaan de verzuring tegen, zoals ik al eerder heb geschetst. En dat is het enige dat telt. Er moet gewoon ontiegelijk veel vis nog weer bijkomen om weer een klein beetje evenwicht te krijgen. Nou, we hebben de zonnebrandcrème inmiddels. Ja, ja. Er staat niet veel op. Staat het niet op? Maar nee, dat ook niet getest is op dieren. En dat is het enige. Nee, maar ik weet dat. Ik kreeg hem toen. Maar er staat niet dat het oceaanvriendelijk is of zo. Nee, maar dat is het wel, want dat werd toen gezegd. Nou, toen ik daar in Manchester die lezing gaf. Het zou leuker zijn als dat erop zou zitten. Ja. Ik zal er wel een foto van maken. Dan kan ik het bij het blogje wat erop moet uitstaan. Maar er zijn steeds meer soorten oceaanvriendelijke zonnebrandcremes. Ja. Ik heb ook begrepen qua regelgeving dat het ook niet meer mag. Dus ja, dan moet nee, je wel. Uiteindelijk mag het helemaal niet. Maar geen enkel product meer natuurlijk. Ja. Even kijken. We waren bij de dolfijnvriendelijk gevangen. Ja. Dus duurzame vis is een vrije vis. Ja, dus dat is zo. En dolfijn friendly tuna, zoals ze dat noemen. Ja, dus ik had het tonijn, hè? Ja, dat gaat over tonijn. En die tonijn is gevangen met hele grote netten waarin apparaatjes hangen die geluiden maken die dolfijnen uit de buurt van het net houdt. Ah, op die manier. Dus normaal is bij dolfijnvisserij, zoals in de Seychelles bijvoorbeeld, hè, waar ik dus mijn laatste duiken gemaakt heb is heel veel dolfijn als bijvangst die doodgaat. Aan die haken van die longlines. Ja, dat zijn echt 100 kilometer of langere lijnen met zijlijnen. 100 kilometer? Ja. Ook dat kan ik me niet eens voorstellen. Nee, 550 keer rond de aarde. Dat is 22 miljoen kilometer. Hangt er permanent in zee aan longlines. Daar komen allerlei dieren aan vast te zitten die naar het aas happen. Dat aan elke haak. Dus we hebben het in totaal over miljarden haken. Waar dus sepia's aan gespiesd zijn, levend vaak nog. Daar happen dolfijnen naar, daar duiken zeevogels naar, daar happen bepaalde soorten zeeschildpadden naar, jonge haaien enzovoort. Die komen er nooit meer vanaf. Want die haak, die is allesvermoordend. Ja. Die gaat dwars door de onderkaken van die dieren heen. En die dieren moeten allemaal naar boven om weer adem te kunnen halen, behalve haaien natuurlijk. Maar dolfijnen moeten naar de oppervlakte om adem te halen. Zeevogels, zeeschildpadden, reptielen. En die sterven dus een afschuwelijke verdrinkingsdood. Ja. Daardoor. Ja. Nou, dus tuna friendly is dan dat er geen dolfijn, of dolphin friendly, dat er geen dolfijn als bijvangst gevangen wordt bij die soort tonijnvisserij. Maar wel alle andere dieren. Ja, dus in feite zou je nog een totaal ander soort visserij moeten hebben waarbij je geen zeevogels vangt, geen zeeschildpadden, geen jonge haaien. Ja, en dan moet je het met de handlijn doen, wat ook gebeurt. Maar dat is dan de meest selectieve vismethode, hè? Dan zitten er 50 man met een hengel op een bootje en die vangen allemaal tuna, allemaal tonijn. En die tonijn die wordt dus met een hele zware boog uit die zee getrokken en valt met een enorme klap van 5 meter hoog op dat dek. Nou, ja. Alsof dat duurzaam is. Ja. Want ik vind dat diervriendelijkheid ook iets met duurzaam te maken heeft. Ja. Maar dat zien we niet, hè? Ja, over die dolfijnen, dat schoot nog even op net. Want jij zegt van ja, dolfijnen hebben we dan niet, maar de rest wel. Heeft dat iets te maken met dolfijnen zijn toch wel de knuffelvissen van de mensen? Dat we dat inderdaad al zielig vinden? Dus schildpadvriendelijk doet misschien toch minder met mensen. Ja, en een vis al helemaal niet. Nee. Visvriendelijke vis. Ook een vis die gewoon vrij zwemt. Ja, inderdaad, ja. Ja. Nou kijk, het nadeel van een dolfijn is dat hij een soort glimlach heeft. Ja, die lach, ja. Althans, dat begrepen. Wordt dat vertaald door mensen. Die glimlach heeft hij ook als hij dood is. Dus dat is gewoon de vorm van zijn mond. Ja, ja. En de implanting van zijn ogen enzovoort. Dus dat lijkt alsof het een heel leuk, altijd glimlachend lief dier is. Ja. Het is gewoon een roofdier. Ja. Ja, een zoogdier, dat behoort tot de roofdieren. En
wij vinden dus ook, en met ons, met SeaFirst, dus nog een heleboel andere organisaties, dat dolfijnen die in het wild 100 kilometer of meer op een dag zwemmen, die heel diep kunnen duiken, die echt moeten knokken voor hun eten, hè? Met hun sonar lokaliseren ze daar scholen vissen enzovoort, daar moeten ze hard voor werken. Ja, die komen dan in Dolfinarium terecht. Dat is een betonnen bak waar ze niks hebben aan hun sonar. Die wordt daar gewoon uitgeschakeld. Ja. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, dan worden ze gek van hun eigen sonar. Nee, dat is niet zo. Maar die sonar wordt gewoon uitgeschakeld. Ze hebben een totaal onnatuurlijk leven. Ze moeten kunstjes doen die ze in de natuur nooit zullen doen. En als ze die niet doen, krijgen ze geen eten. Dus wij zijn fel gelukkig met heel veel en steeds meer organisaties. Er wordt echt heel veel meer. Ja. Ja. Ja, er zijn ook al 60 dolfinaria wereldwijd dicht. Canada had ook door, ja. Begrepen net. Ja, die zijn gestopt in die zin dat er zijn nog wel dolfinaria. Ja, het komt er niet meer in. Maar er komen geen nieuwe dieren meer bij. België ook niet. Ja. Dat is al heel goed. Nederland nog wel. Frankrijk ook volgens mij. Frankrijk, ja. Zwitserland. Dus dat is goed. Dus de dolfijnen in gevangenschap gaan wel uitsterven in die landen. En wat vind jij van het argument als mensen zeggen van... je kan ze ook niet meer uitzetten, klopt dat? Dat is correct. Dat kan. Ook dat kan niet bedoelen. Maar de oplossing is wel, en daar wordt keihard aan gewerkt op het ogenblik, om sanctuaries te creëren. Ja. Baaien af te sluiten voor dolfijnen, waar wel andere vissen doorheen kunnen enzovoort enzovoort. Daar moet nog heel goed naar gekeken worden, maar... waar je dan de dieren die uit gevangenschap komen kunt loslaten. Griekenland is al heel ver. Bijvoorbeeld, daar kunnen die dieren dan in het begin nog wel dode vis krijgen om te eten. Want ze weten helemaal niet hoe het moet om zelf dieren te vangen. Maar dat zal veranderen. Daar is al ervaring mee. Dus die dieren kunnen dan uiteindelijk ook hun eigen kostje vangen. Ja. En hopelijk ooit weer helemaal terug de vrijheid in. Ja. Maar in ieder geval hebben ze in zo'n sanctuary natuurlijk al veel meer ruimte, veel meer vrijheid, veel meer natuurlijk gedrag dan in zo'n betonnen tank als een dolfinarium. Oprah Winfrey, dat was naar aanleiding van Blackfish, ooit zei tegen: hoe zou u het vinden als u uw leven lang in een badkuip zat? Ja, nou, dat is het wel natuurlijk. Maar dat is het ook, hè? Ja. Ja, ja. Correct. Ja. Hey, en als we het dan toch een beetje over ethiek hebben. Hebben vissen, schaals, schelpdieren een gevoel? Natuurlijk. Ze bewegen, dus ze hebben een zenuwstelsel. Dat is al een ding dat zeker is. Bewegen, mosselen en zo? Natuurlijk. Ja? Die openen ook hun twee kleppen om water binnen te krijgen. Ja. En die moeten dat water ook verwerken. Nou, is het zo dat het zenuwstelsel van gewervelde dieren ingewikkelder in elkaar zit dan van ongewervelde dieren. Maar dan komt het voorzorgprincipe, het voorzichtigheidsprincipe. En dat betekent dus dat zolang we niet weten wat ongewervelde dieren exact voelen, moeten we doen alsof ze alles voelen. En er zijn hele belangrijke aanwijzingen dat bijvoorbeeld garnalen precies voelen wat pijn hebben betekent. En er zijn allerlei experimenten gedaan. Bijvoorbeeld als je van één van de twee tentakeltjes een stukje afknipt van een garnaal, hè? Van zo'n tentakeltje, van zo'n voelsprieten, dan gaat hij urenlang, gaat hij met zijn pootjes, gaat hij aan dat stompje gaat hij voelen. Ja, net zoals aan de hand is. Ja. Ja. Aanraken. Ja. Van, of druk uitoefenen van wat is er aan de hand. Ja. Van vissen weten we het zeker. Ja, er is heel veel onderzoek inmiddels gedaan naar angst, stress en pijnbeleving bij vissen. En we weten dat vissen dus een heel goed ontwikkeld centraal hersenen, ruggenmerg en perifeer, tot in de toppen van hun vinnen, zenuwstelsel hebben. En dat vissen alles voelen van pijn, angst en stress. Alles. Wauw. En dat betekent dus dat vissen heel gevoelige dieren zijn. En als je weet hoe het er in de visserij met vissen aan toe gaat, ook in de kweekvisserij en ook in de hobbyvisserij, wat men sportvisserij noemt. Ja. Waar dat woord sport vandaan komt, begrijp ik helemaal niet.
Maar die dieren, die wordt wel een haak door hun lippen geslagen. Ja. Of dat doen de dieren dan zelf, maar daar hangt een worm aan of wat dan ook, ja. En die komen vast te zitten. Die lippen, daar voelen ze alles mee. Dus die zitten vol met pijnreceptoren. Ja. Plus het feit dat als er één keer een haak doorheen geweest is, dan ontsteekt zo'n wond heel vaak en gaan die dieren alsnog dood. Wow. Dus ja, de visserij moet echt veranderen. En ik weet niet of je de film See the Truth kent. Ja, ken ik wel. Van de Partij voor de Dieren. Ja. Nou, daar ben ik de hoofdrolfiguur, de hoofdrolspeler. Ik heb ook de film bedacht. Ik ben daar ook mee naar verschillende instanties gegaan. Want er zijn van het leven van Bertie en mij al aardig wat televisiedocumentaires gemaakt. Maar die mensen vonden het idee dat ik had over een film over de oceanen en alle bedreigingen en de oplossingen natuurlijk, vonden ze niet interessant genoeg, niet commercieel genoeg, helaas. En iemand zei tegen mij, je moet eens met Nico Kofferman praten. Dat is de senator van de Partij voor de Dieren, dus die in de Eerste Kamer zit. Ook de echtgenoot van Antoinette Herzenberg. Oh. Ze hebben elkaar ook goed leren kennen. En ik heb met hem een paar fantastische gesprekken gehad. En hij zei, ja Dos, tuurlijk moeten we die film maken. Ja. Want we doen heel veel voor honden en katten en dieren die we opeten. Maar we doen eigenlijk niks met de zee. Nou, zo is die film tot stand gekomen. Ja. En het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Pearson Foundation, heeft die film gefinancierd. Ah, top, ja. Top. En daarin zie je Gert Flik, hoogleraar, professor Dr. Gert Flik aan het woord. Hij is hoogleraar dierfysiologie en hoofd ook van de afdeling dierfysiologie van de Universiteit van Nijmegen. En hij doet al ruim 30 jaar onderzoek naar vissenwelzijn. En het leuke is dat in al die studies die nu wereldwijd gedaan worden, onomstotelijk vast komen te staan dat die dieren eigenlijk heel gewone, ik noem het heel bijzondere, dieren zijn met heel veel pijn, angst en stressgevoel. Ja. En dat we die dieren behandelen alsof het bakstenen zijn. Ja. Zeker in de visserij. Ja. Dus onvoorstelbaar. Ja. Of mensen die vissen vangen en ze gewoon op het droge gooien om ze te laten sterven. Ja. En dat duurt vaak een half uur. En dieren zijn, sommige vissen zijn zo taai wat dat betreft. Hè. Zo, dan hebben zo'n wil om te overleven, ja. Als je een vis stript, hè, dat doen ze met veel vissen, platvissen, bijvoorbeeld haring wordt gekaard, maar goed, die snij je overlangs door, ja. Je rukt met één beweging alle inwendige organen eruit, inclusief het hart, dan kunnen ze nog 20 tot 30 tot 35 minuten leven, omdat ze in hun hersenen een zuurstofvoorraad hebben. Mijn hemel, hoe moeten ze die zich voelen? Die nog altijd het zenuwstelsel intact houdt. Oh. Waardoor die dieren alles voelen. Alleen ze kunnen niet meer bewegen, niet meer schreeuwen. En dus, niet uiten. En zich niet uiten, nee. Victoria als Braithwaite. Als vissen konden schreeuwen, zo. Dat schrijft Victoria Braithwaite. Zij is een professor uit Engeland die een boek geschreven heeft. Do fish feel pain? Voelen vissen pijn? En zij schrijft ook van als vissen zouden kunnen schreeuwen, dan zouden we allemaal met oordopjes op moeten leven. Ja. Ja. Dan zou de wereld vergaan. Want hoeveel vissen waren het ook alweer ieder jaar? Bijna 3 triljoen vissen. 3 triljoen vissen. Ja. Dat zijn 7,8 mensen inderdaad. Dat is gewoon niet voor te stellen. Nee. Zoveel. Wow. En wij doen die dieren aan. Ja, en nou, ondertussen heeft de Europese Unie wel gezegd, oké, fish are sentient beings. Dat is al heel uniek. Mm-hmm. Dus vissen met gevoel. Dat is natuurlijk al een geweldige stap. Ja. En dankzij het feit dat de vereniging, de Stichting Vissenwelzijn, Vissenbescherming Nederland bedoel ik, Vissenbescherming en de Seekers Foundation, met de Eurogroup for Animals, hebben ons ook gevraagd om dat te willen doen, dat we nu zijn vertegenwoordigd met een vissenwelzijns working group in de Eurogroup for Animals en dat we nu een fantastische vertegenwoordiger in het Europees Parlement hebben, namelijk de Eurogroup for Animals, die dus als lobbygroep van alles nu doet, ook voor vissen. Ja. Ja, dus er zijn wel kleine stapjes gemaakt en daar zijn we heel erg blij mee,
Maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Ja. Want als alle mensen zich zouden realiseren dat die vis die je opeet, dat die net zoveel gevoel heeft als een lammetje of een kalfje of een koe of een varken of een kip of een eigen hond. En zelfs dat realiseert niet iedereen. Nee, lang niet. Nee. Ja. Maar die dieren hebben een perfect ontwikkeld pijn, angst en stressgevoel. Ja, ja. Ja, logisch ook, want dat is gewoon onderdeel van natuurlijke selectie. Tuurlijk. Anders waren ze het niet. Ja, nee, zo is het. Ja. Nou, laten we even een beetje nog de positieve noot behandelen. Ja, leuk. Ten eerste, je hebt heel veel dingen genoemd die er al gebeuren. Maar dat zijn meer inderdaad dingen waar een consument niet echt wat aan kan doen. Mm-hmm. Wat kan de consument nou eigenlijk betekenen? Nou, het gekke is dat toen ik hieraan begon, zo'n kleine 15 jaar geleden. Hè, toen begon ik me echt zorgen te maken over alles wat ik zag veranderen onder water. En toen ben ik begonnen, 11 jaar geleden, met de stichting Sea First. Toen ben ik me gaan verdiepen in allerlei wetenschappelijke zaken en heb ik ongelooflijk veel geleerd van zaken die ik absoluut niet wist. Nu weten we dat allemaal wel, maar wat we dus weten, wat één van de allerbelangrijkste dingen is, is dat de dierenindustrie voor een heel belangrijk deel verantwoordelijk is voor klimaatverandering en daardoor ook voor de opwarming en de verzuring van de oceaan. En we weten nu in zeer exacte cijfers wat er zou gebeuren met de opwarming, met de oceaanverzuring, met de biodiversiteit, met nu het verdwijnen van alle natuur, zoals regenwouden en nog veel meer natuur. Wat er zou gebeuren als we geen dieren meer zouden eten. Ja. En dat lijkt op dit moment, naast natuurlijk zorgen dat die industrie afgaat van de fossiele brandstoffen en veel meer gaat in de richting van hernieuwbare energie. Hè? Dus zon, wind, water, hè? Dat is de toekomst natuurlijk. Over 20 jaar is het alleen nog maar zon, wind, water en gebruiken we geen fossiele brandstoffen meer. Maar als we stoppen met dieren eten, dan gaat er zoveel goeds gebeuren met de aarde. Dat weten we nu al. Ja. En er is een heel belangrijke studie van POR, P-O-O-R-E van Oxford University en Nemetschek van de Universiteit van Zurich. En ik ga je even een paar van de superbelangrijke dingen vertellen die zij concluderen in hun studie die gepubliceerd is in Science. Mm-hmm. Ja. Niet de minste. Niet de minste, absoluut. Daar kom je alleen maar in als je echt, als het door iedereen bekeken is en beoordeeld is. En het enthousiasme voor die studie was heel erg groot. Er zou, om te beginnen, 76% van alle landbouwgrond die we nu hebben, en we hebben even als alle landbouwgrond bij elkaar 100% is, dan is 75% daarvan, 76%, is in gebruik om gewassen te kweken, om aan dieren die wij weer opeten, te eten te geven. 76%. Mm-hmm. En dus stellen, door een imagecheck in hun studie, stel je voor, we eten geen dieren meer. Er zijn genoeg alternatieven, daar kunnen we misschien zo even over praten. Als we geen dieren meer zouden eten, zou om te beginnen 76% van al landbouwgrond vrijkomen. Daar hebben ze al van alles en nog wat doorberekend, hè, want dan hebben we een beetje meer grond nodig voor andere gewassen. Hè, leuke dingen als postelijn, pastinaak en meer radijs eten, dat soort dingen. Oké, dat is allemaal al verrekend daarin. En we zouden daarvan weer natuur maken. We hebben het over 3,1 miljard hectare. Dat is 2,8 keer de oppervlakte van de Europese Unie. Als we daar weer natuur van zouden kunnen maken. Die natuur neemt weer CO2 op. Geeft ons weer zuurstof terug. Ja. De oceaanverzuring zou meteen met de helft afnemen. Schoon water is heel schaars op deze planeet. Watervervuiling ontstaat voor een heel belangrijk deel door de dierenindustrie. Mest toch? Onder andere pesticiden. Tuurlijk. Ja. De watervervuiling zou met meteen de helft afnemen. De biodiversiteit zou enorm toenemen door die nieuwe natuur die we zouden krijgen. Het
hakken, het omhakken van regenwouden zou stoppen. Ja. Ja? We zouden weer nieuw regenwoud en nieuwe mangrovenbossen kunnen gaan aanplanten. Ja. Stoppen met dieren eten is de allermooiste toekomst voor deze planeet die je kunt bedenken. En dan zijn er natuurlijk voor de mensen, voor de echt notoren vleeseters, zijn er natuurlijk alternatieven. Ja. En dat is niet alleen de plantaardige vlees vervangen. Denk even aan de vegetarische slager. Ja. En al dat soort producten die veel gezonder zijn dan dierlijke producten. Omdat daar zitten geen hormonen en geen andere medicijnresten in. Daar zitten geen vervuilende stoffen in zoals in bijna alle dierlijke producten zitten. Zoals ze ook in de zee zitten en zoals ze ook in het milieu zitten. En heel veel dieren hebben uiteindelijk toch in de wei gestaan. Ergens in de buurt van een vuilverbrandingsoven. Ja, dioxine ook in vlees. En PCB's en zo veroorzaken. En het ironische is trouwens, dat weet ik dan weer, dat biologisch, omdat het wel naar buiten gaat, vaak meer voor de dioxine of wat, dan in een schuur. Want dat natuurlijk hermetisch is afgesloten. Ja, helaas. Dat is echt heel stom. Ja, dat is heel stom. Ja. Maar ja, biologisch dat buiten gekweekt is, is dan wel weer beter. Ja, voor het beest in ieder geval ietsje beter, ja. Nee, maar ik bedoel ook biologische groenten en zo. Oh, groenten. Ja, ja, zeker. Tuurlijk. Zeker. Nee, maar ik heb het echt puur over eieren. Nee, puur over dieren. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Ja. Maar goed. Dus dat is, die studie is echt met gejuich in klimaatvriendelijk. Bij de klimaatvriendelijke wetenschappers is dat ontvangen. En daar hebben we ook fantastische recensies gestaan in Science en zo. Dus ik denk echt dat dat de toekomst is. Want we kunnen zo niet doorgaan. Want stel je nou voor, we zijn nu al van die 2,2 miljard mensen toen ik geboren werd naar nu 7,8 gegaan. Ja. En 2050 zitten we op 9 miljard mensen. En het eind van de eeuw zitten we op 13 miljard. Dat kan niet. Als we dieren blijven eten, dat kan gewoon niet. Nee. Dus we moeten gewoon, om te beginnen, veel minder dieren eten. En het liefst gewoon geen. Dat is de redding voor deze planeet. Ja. En je had het al, ik sla de brug zelf, want je had het al aangekaart dat je graag wilde hebben. De vleesvervangers en voor de stamcelvlees natuurlijk. Stamcelvlees, ja. Ja, er zijn mensen die helemaal geen dierlijke producten eten, die mij daarop aanvallen. En zeggen van, hoe kun je nu in je hoofd halen om stamcelvlees te promoten? Het is heel simpel, hè? Want stel dat iedereen stamcelvlees zou eten. Als je vlees wil eten. Als je vlees wil eten. En we kunnen alles al maken. Hè? Ja. Dat is geen probleem. Blauwvintonijn kunnen we al maken. Hè? Je moet maar eens googlen. Finless Foods. Mm-hmm. Die maken stamcelvlees van blauwvintonijn. Van de stamcellen van blauwvintonijn. Van vis dus. Ja, van die vis. Ik ken ook pas de hamburger. Nee, maar we kunnen alles al. In principe kan je elk dierlijk product, dus ook zuivelproducten, kun je maken van stamcelvlees. Wow. Dat kan. De technologie is er. Tuurlijk, de Japanners zullen woedend worden dat er op die manier weer blauwvintonijn eetbaar wordt. Ja. Want er is nog maar 2% over. Ja. En Mitsubishi, die heeft dus het grootste koelhuis ter wereld aan de rand van Tokio staan. En daar ligt voor miljarden aan blauwvintonijn, maar ook aan grootoog en geelvin en witte tonijn enzovoort. En die willen ze over een aantal jaren met een miljarden winst verkopen. Oh, die hebben ze gewoon opgeslagen als het op is. Die balen natuurlijk als een stekker dat we nu binnen enkele jaren, dat we gewoon overal blauwvintonijn kunnen kopen en eten, gemaakt van een paar stamcellen. Want stel je nu voor dat we onze hele massa, die 77 miljard landbouwdieren die we hebben, hè, dat we die weg zouden doen. En we zouden alleen nog maar stamcelvlees eten. Heb je er nog maar een paar duizend nodig om de hele wereld van stamcelvlees te voorzien. Ja. Maar met dezelfde voordelen als de studie van Poor en Nemechek. Er komt 76% landbouwgrond vrij. Ja. Dat is bijna 3 keer de oppervlakte van Europa. Meer CO2-opname, veel meer zuurstof teruggaven, ja, meer biodiversiteit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus
Ik weet niet, als je als veganist ook, omdat je het ook doet voor dierenwelzijn, dan is dat nota bene een enorme dierenwelzijnswinst. Ja. Want die dieren die je af en toe een prik geeft, en niet om iets in te spuiten, een antibioticum bijvoorbeeld, maar om wat stamcellen eruit te zuigen, dat dier mag gewoon blijven leven. Ja. Hè? Dat doe je een aantal keren en dan mag die de wei in. Ja, ja, ja. Wauw, het zou een enorm verschil zijn. Oh, sorry. Gezondheid. Ja. Te veel praten. Maar neem een slokje. Nee, ja. Maar dit is dus... Maar op dit moment is het nog allemaal toekomstpraat, hè? Want het mag nog niet. In Europa nog niet, hè? Oh, het is in buiten Europa al wel lastig. Vanavond gaan we naar de lezing van Mark Post. En ik raad ook iedereen aan om naar de documentaire Tegenlicht van de VPRO te kijken. Daar speelt Mark Post ook een belangrijke rol. Zal ik linken? Ja, link maar alsjeblieft. Ja. Dus gewoon even googlen, VPRO, Tegenlicht, stamcelvlees. Ja. En dat begint op een hele mooie manier, vind ik. Er zitten vier mannen aan een tafeltje. Het is zonovergoten. Die zitten voor een boerderij. Er schuilt een kip. Die pikt allerlei graantjes van de vloer. En die vier mannen eten op dat moment de kip. Via stamcelvlees. Dat is gewoon... Hij is hartstikke illegaal bezig daar. Nee, want in Amerika... is daar volop toestemming voor. En het is ook zo dat we in Europa nog moeten wachten, maar vanavond horen we daar veel meer over, over de toestemming van de EFSA, de European Food Safety Authority. Het komt eraan. Houdt de vleesindustrie het tegen? Nee, de vleesindustrie is de grootste investeerder. Die hebben al miljarden geïnvesteerd. Niet. Oh. Want die zien dit aankomen. De gemiddelde vleeseter heeft er geen idee van, maar de vleesindustrie ziet het aankomen en die heeft al heel veel geld geïnvesteerd. Maar ook mensen als Richard Branson bijvoorbeeld. Ja, die ken ik. Ja. Ja. Dus dit is de toekomst. Maar wat zorgt ervoor dat het niet doorkomt op dit moment? Oh, achterlijk. Sorry. Nee, dat is kijken, is het wel verantwoord? Zitten er geen rare dingen in? Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon stamcelvlees. Er zitten meer rare dingen in echt vlees. Het is hetzelfde als mensen die vis willen eten, maar het eigenlijk uit ethische overwegingen niet willen doen. En die dan visoliecapsules bijvoorbeeld nemen, omdat ze toch aan een omega 3 willen komen. Dat is gemaakt van de algen, waar de vissen het ook overigens uithaalt. En die vis kan het helemaal niet zelf maken. Die stockeert het in zijn vetweefsel en that's it. En je moet meer dan 200 kilo vis doodmaken om een litertje visolie te krijgen. Dus dat is absurd. Maar je gaat wel die algen eten. Ik doe dat ook. Want mijn hersenen, jouw hersenen, onze hersenen bestaan voor een belangrijk deel uit DHA, hè, de Cosa Extensio. Weet je, en dus het is belangrijk om dat essentiële vetzuur ook binnen te krijgen. Nou, het essentiële vetzuur is alfa-linolenzuur, is omega 3. Dit zijn derivaten daarvan. Maar die kun je dus uit die algen halen. Daar ga je ook niet van zeggen. Eens kijken of dat wel goedgekeurd kan worden. Ja. Ja? Ja. Daar zit helemaal geen rotzooi in, want het is onder steriele omstandigheden gekweekt. Ja. Snap je? Ja. In die vis zit rotzooi. In de visolie zit ontzettend veel rotzooi. Ja. Ook al heet het soms farmaceutische kwaliteit. Ja. Maar daar zit rotzooi in. Ja. PCB's, dioxine, en medicijnrest heb ik dus weer geleerd. Ja, bizar. Precies. Ja. Ja, dus... Ja, dit is een kwestie van tijd, maar ik denk dat Mark Post zal zeggen 1,5-2 jaar. Zo dan, snel toch? Ja, dat hoop ik, ja. Oh. Ja. En dan is het met alles, hè. Hoe meer dit gaat, hoe meer het verkocht wordt, hoe goedkoper het wordt. Ja, en hoe meer concurrenten, hè, want dan gaat de prijs opdrukken. Tuurlijk. Ja. We gaan het vanavond horen. Ja. Ja, spannend. Dus ik denk dat ik het nog mee ga maken. Zeker. Ja, zeker. Ik ga het nog meemaken. Ja. Ik offer het ook vaak tijdens lezingen als want mensen die schrijven, wijzen ook graag van nee, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus, nou, dan wordt er heel vaak gezegd China. China is het probleem. En, of India. Nou, leeft India volgens mij wel heel veel vegetarisch hier nog. Maar goed. Nog 700 miljoen vegetariërs. Laten we erin meegaan. Dus stel dat ze daar ook heel veel vlees gaan eten. Dan, die hebben heel veel stappen overgeslagen. Wij gaan hier van huis telefoon naar mobiel gegaan. En daar gaan ze opeens over op mobiel. Waarom zouden ze niet van
geen vlees naar stamcelvlees kunnen gaan. Maar precies, en ja? Ik kan je vertellen dat alleen al in China, want China is nu inderdaad nog het meest vervuilende land ter wereld. Hè? Ja, omdat ze ook met veel zijn. En, ja, ze zijn met veel en ze produceren veel rotzooi en ze hebben ontzettend maar, veel... Maar die rotzooi willen wij weer, hè? Ja, precies. Ja. Met plastic en zo. Ja. En ze hebben heel veel steenkolencentrales en dat soort dingen. Dat moet allemaal verdwijnen natuurlijk. Maar alleen al in China zijn 1,2 miljoen jonge mensen, jonge wetenschappers, bezig met duurzaamheid. En over 10 jaar... lachen ze de hele wereld uit. En nu wijzen we allemaal naar China. Ja. Maar dat gaat keihard veranderen. China wordt het meest duurzame land ter wereld. Ik hoop dat je gelijk hebt, Dot. Ik heb gelijk. Ik weet het. Ik hoop het echt. Ja. Ik vertrouw je. Ja. Ja, maar het is echt zo. Ja. China komt straks met gigantische oplossingen voor heel veel problemen. Er zijn al steden in China waar je alleen nog maar elektrisch mag rijden. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, ik hou ook nooit zo van dat gewijs. Hoor. Ja, maar zij doen dat. Nou, nee. En maakt dat dan het verschil dat jij het niet moet doen? Je moet altijd bij jezelf beginnen. Ja. Ja, ja. Dus, als ik jou zo hoor, geen vis eten in ieder geval. Of geen vlees eten. Nou ja, eigenlijk het beste voor de wereld. En voor alles. Het milieu, het klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn. En je eigen gezondheid niet vergeten. Is gewoon geen dieren eten. Heel simpel. Ja. En er zijn ook steeds meer sporters. Hele bekende topsporters. Bodybuilders, kan me niet schelen. Die ook veganist zijn. En geen dierlijke producten eten. En toch berensterk zijn. Ik weet niet, ken je het verhaal van Mark Spitz? Dat is voor jouw tijd. Net voor mijn tijd, denk ik. Ja. Mark Spitz is de absolute recordhouder als het gaat over gouden medailles bij het zwemmen. 7 gouden medailles bij de Olympische Spelen. Wauw. En die man, een beer van een kerel, hè, en die trainde met zijn collega natuurlijk elke dag even hard. Allemaal even hard, alleen hij presteerde beter. En na die Olympische Spelen sprong de pers daar bovenop en die zeiden van, jongens, hoe is dat nou? Mogelijk. En waarom ben jij nou beter? Die andere kerels zijn ook zo fantastisch gebouwd en die trainen even hard. Waarom ben jij nou beter dan de man? Nou, zeg, ik ben vegetariër. Stonden ze even met de oren te flapperen. Volledig. Maar de Russen hebben dat heel serieus opgepakt. En de Russen zijn begonnen met hele simpele testjes. Die hebben gezegd, oké, hier, dit is een gewicht van 5 kilo. En nou gaan we gerandomiseerd, gaan we mensen in groepen indelen. En dan gaan we allerlei testjes doen. Nou, de vegetariërs, want toen was er geen sprake van veganisten, het was in de begin jaren 70, dat die studies gedaan werden. Hè? Dus de vegetariërs, die aten uit hun neus bij wijze van spreken, die hielden dat gewicht heel lang vol, terwijl de vleeseters al lang dat gewicht hadden laten vallen. Grappig, ja. Ja, zo is het begonnen. Ja. En sinds die tijd heeft ook de Sovjet-Unie, of nu Rusland dan en al die ex-Sovjet-staten, die hebben ook fantastische duursporters gekregen. Want duursport doe je als je plantaardig eet of overwegend plantaardig eet. En de meeste marathonlopers die weten dat. En de tijden van de biefstuk voor de wielrenner en de marathonloper en alle duursport, dat is echt voorbij. Ja. Dat is echt voorbij. Ja. Dus, en de sportfysiologen die weten dat ook allemaal. Maar zo is het eigenlijk in de sportwereld terechtgekomen. Ja. En op een gegeven ogenblik gaat het gewoon allemaal gebeuren. Kan het zal wel moeten. Ja. En uit het oogpunt van dierenwelzijn dus, vind ik het zeker een heel belangrijke stap. Als je van die 77 miljard dieren... 99,9% niet meer op een verschrikkelijke manier hoeft te slachten. Plus alle stress die eraan vooraf gaat. En de stervensduur natuurlijk. Hè. Zeker met al dat halal gebeuren. We kunnen gewoon van die paar dieren die we dan nog nodig hebben, kunnen we perfect vlees eten. En we kunnen de bloedvaten in laten groeien en een vetrandje omheen. En alles is mogelijk. Ja, mooi. Mooi. Ja, ik sta ook niet per se negatief tegenover die transitie. We hebben natuurlijk al steeds veel proefdieren dan en testdieren, dat snap ik. Maar inderdaad voor de vleesindustrie. Ja.
Maar ik ben wel benieuwd naar het praatje vanavond inderdaad. Misschien verander ik nog voor en achter. Het zou zomaar kunnen. En misschien levert het ook weer problemen op. Dat weet je ook. Ja, dat gaan we vragen. Ja, wij gaan kritisch zitten daar. Wij gaan heel kritisch zitten. Ik heb een aantal vragen al Heel goed van je. Die ik absoluut wil beantwoord wil horen. Ja. Dus, maar even, dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Als jij voor het laatst een vega-burger op hebt in 2008... dan heb je hem echt niet goed geproefd, want het is weer zoveel veranderd in die tijd. Tuurlijk. Dat is echt zo. Ja. Ik kan me voorstellen als je hem toen had, dat je dacht, nou, hier word ik niet gelukkig van. Nee. Als, ja, ik geef hem niet meer om. Als je echt geeft om vlees, dan hoef je het daar ook niet in te vinden. Nee. Er is echt veel veranderd. Ja. Ten goede. Zeker. Ja. Smaak is echt vooruitgegaan. Ja, en ik heb bijvoorbeeld de evolutie van de Dutch Wheat Burger meegemaakt. Oh ja, tuurlijk. Ja. Zat je er niet bij? Ja. Goed. Ik heb toen aan Lisette Krijzer gevraagd om een aantal recepten te maken voor een boek dat helemaal vegan moet zijn. Stond nergens, maar dat heb ik ook heel bewust zo gedaan. Heel slim. Ja. En met allerlei leuke dingen over zeewier en gerechten met zeewier. Ja. Ze zei, ik wil het heel graag doen, maar ik weet er geen ene moer van. En dus we zijn gaan experimenteren. En zij heeft uiteindelijk met een aantal andere mensen, Bertie, mijn eigen lieve Bertie, heeft daar een aantal recepten in staan. Het boek heet Non-Fishalicious. Is inmiddels uitverkocht en dit is een nieuw boek, Groente uit Zee. Ook met recepten van Lisette. Maar de Dutch Wheat Burger is daaruit voortgekomen. Ah. Ja. Dus echt mijn schuld. Ja. En in het begin was hij niet te pruimen gewoon. Meen je dat? Hij was veel te droog en de smaak was niet goed. Dan zou het misschien ook. En nu is hij smeuig. En dat was bij de jaar te slepen. Dat was hartstikke populair. Ja, mooi. Absoluut. Ja. Je hebt al een hoop op je kerfstok. Ja, ik heb heel veel verschrikkelijke dingen op mijn kerf. Ja. Hé, hey, mooi. Maar in ieder geval... Ja. Zijn door mij duizenden mensen anders gaan eten. Dat denk ik ook wel, ja. Kinderaardiger gaan eten, ja. En heel veel zijn veganist geworden. En ik ben er eigenlijk al mee begonnen. Toen ik naast mijn praktijk ook heel veel les gaf. Dus orthopedische geneeskunde. En we deden vaak als we cursussen gaven. Want we gingen ook naar de Antillen om cursussen te geven. Hartstikke leuk natuurlijk. En in die tijd was het allemaal fiscaal aftrekbaar. En dan deden we er andere leuke dingen bij. We organiseerden sportwedstrijden en ook met atletiek onderdelen. En ik won altijd. Ja. En zij vroegen net als bij die Mark Spitz. Hoe kan dat nou? Jij bent zo'n mager manneke. Hoe kan jij nou dat allemaal winnen? Hè? Ja, ik eet anders. Ja. En heel veel van mijn cursisten zijn daardoor vegetariër geworden. Fantastisch, ja. Dan zie je toch, hè, die vinger die helpt niet, die wijst. Je moet het gewoon laten zien. Laten zien. Ja, leuk toch? Ja, ja. En nee, ik snap het. Want als iemand mij het vertelt, geloof ik het ook niet. Nee, ik wil het liever zien en zeker nog ervaren, inderdaad. Maar eigenlijk komt dit niet door mij, maar door mijn ouders. Mijn vader is vegetariër geworden in 1932. Dat waren echt de early adopters dan. Ja. 1932. Toen waren honden nog niet eens ontwaard, denk ik. Precies. Mijn vader was 16 jaar en die hielp vaak in een boerderij van een oom van hem. Vond hij gewoon leuk. Vrije dagen, vakanties, weekenden. Op een gegeven moment had hij, hij vond alle dieren leuk, maar hij had een kalfje dat hij heel specifiek erg leuk vond om mee te knuffelen en zo. En op een bepaald moment vond hij dat niet. En uiteindelijk wel, maar wel met een haak door een van de achterpoten. Ondersteboven aan het plafond met een keelsnede, leefde nog, was aan het doodbloeden. Oh. En mijn vader, op zijn 16e, hij heeft nog wel een paar keer wat vlees gegeten in de oorlog. Maar dat snap ik. Dat is zelfs als mensen zeggen, wat eet je dan op een onbewoond eiland? Natuurlijk. Mijn vader heeft toen gezworen nooit meer dieren te eten. Ja. En mijn moeder was het eigenlijk wel heel gauw met hem eens. Ja. Dus mijn vader is op een paar maanden na 80 jaar vegetariër. Op een paar jaar na, want hij is 84, bijna 85 geworden. Een paar dagen. 94. 94 geworden, sorry. Heel goed, Bertie. We worden even gecorrigeerd. Het is goed dat je meeluistert. Ja. Net ook. 94. Bijna 95. Hij is overleden op
Werelddierendag, 4 oktober. Dat meen je niet. Ja. Hoe verzint hij het? Ja. Ja. Dus, en hij was jarig in oktober. Dus, dus hij is bijna 80 jaar vegetariër gebleven. Ja, dat was... En mijn broers en ik zijn zo opgegroeid. Ja. En wij hebben onze kinderen zo opgevoed. En ja. Hun kinderen ook weer. Ja, ja. Dus, ja. Ja, en hoe oud ben je zelf inmiddels? 72. 72, ja. Nou, als mensen het zouden zien, ziet er echt een energiek, vol levenslust persoon voor. Maar ik ben ook helemaal niet van plan om te stoppen. Nee. Als het echt op een gegeven moment niet meer kan, dan moet het. Maar het probleem is, ik ben nu nog steeds de draaischijf als het gaat over C-First. Onze voorzitter... Sinds 1 januari heeft hij mij opgevolgd. Jan Stel, goede vriend, hij is paleontoloog. Weet heel veel van de oceaan, de oceanische ruimte, zoals hij dat noemt. Is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Maastricht. Dat had ik hem ook wel eens ergens voorbij zien komen. Ja. En hij kan perfect lezingen geven. En ik had een aantal marinebiologen die dat ook konden. Maar ja, zoals dat gaat... We zijn een vrijwilligersorganisatie. Onze mensen zijn bijna allemaal hoogopgeleide jonge mensen. Waaronder marinebiologen. Die krijgen een baan. Ja. Maar zelden in Nederland. Ja. Dus er zit er één op Curaçao, één op Mauritius en twee, een echtpaar in Londen. Dus die kunnen niet even voor mij de lezingen geven. Nee. Dus ik moet opvolgers hebben. Ja. En daar werken we heel hard aan. Want dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Als ik nu zou stoppen, dan bloedt C-First langzaam dood in de jaren tijd, denk ik. Ja, ja, ja. En dat is jammer. Ja, nee, dat mag niet gebeuren. Dus kennen we iemand in het netwerk? Nou ja, dat is ja. Laat het zeker weten. Ja, laat het weten. Ja. Zeker als je ervaring hebt in het geven van lezingen en lessen. We hebben nu een paar goede mensen voor scholen. Maar dat moet ook naar een hoger plan getrokken worden. Mijn doel is nu voor de komende 2 jaar de lagere scholen niet meer te doen. Die doen dan de vrijwilligers, daarna de middelbare scholen. Ik blijf de gastcolleges wel geven op universiteiten en de grote lezingen. Ja, 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 ja. En het liefst natuurlijk voor een onwetend publiek. Ja. Ja, zoals we dat nu volgende week hier in Schoten gaan doen. Ja, ja, ja. Ja, het is leuk hoor om voor een groep veganisten of vegetariërs een lezing te geven. Maar dat is niet mijn echte doelgroep. Nee. Hoewel ze wel vaak heel blij zijn dat ze nu beter kunnen verantwoorden. Ja. En verbaal zich kunnen uiten waarom zij geen dieren eten. En minder twijfel. Want je hoort natuurlijk zoveel dingen uit de media dat het wel zou moeten. Absoluut. Dat je toch een beetje zelfzekerheid geeft dat ze er niet van terugvallen. En alles wat we vertellen binnen C-First is evidence-based. Ja. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, mooi verhaal, Dos. Is er nog iets waarvan jij zegt van... nou, dat is niet ter tafel gekomen... dat wil ik nog even kwijt voor de stoep? Ja, er zijn nog heel veel dingen. echt heel veel dingen. Ja, maar ik ben de middag vol lullen. Ja, dat is waar. Nou, één van de belangrijke onderwerpen is Zevia. Dat is ook een beetje vergeten product geweest. Zevia, je weet dat... Wageningen Universiteit een experimentele zeewierboerderij heeft gehad, is er nog steeds, in de Oosterschelde. Ja. Ja. Nou, daar hebben ze ontzettend veel onderzoek kunnen doen. We weten nu welke wieren, in onze eigen Noordzee bijvoorbeeld, hè, het beste en het snelste groeien. Welke de minste gifstoffen opnemen, die zeewieren met de minste vetten nemen de minste gifstof op. Zo is het in de dierenwereld ook. Hè? Ja. Ja. Dus er zijn een heleboel zeewieren die dus heel gezond zijn. Absoluut heel gezond zijn. Maar wat we nu ook weten is... En dan, als ik lieg, lieg ik in commissie. Hè? Willem Brandenburg, de hoogleraar die hiermee begonnen is... met die experimentele zeewierboerderij... die heeft gezegd... Zeewier is de groente van de toekomst. Want zoals we nu leven, hebben we een probleem met voedsel. Ja. En dat heeft onder andere te maken met die 76% landbouwgrond die we gebruiken. Okay. Om dieren te eten te geven. Hij zegt,
Maar wij hebben precies uitgerekend wat er zou gebeuren als we 3 keer de oppervlakte, daar zijn we op uitgekomen, als we een wereldbevolking van 9 miljard mensen van perfecte eiwitten en vetten willen voorzien, dan moeten we 3 keer de oppervlakte van Nederland in die onmetelijke oceaan gaan verbouwen. Nou, als je op de kaart kijkt, op de wereldbol, hè, en je hebt 3 keer Nederland. Dit is de oceaan, dit is 3 keer Nederland. Ja. Helemaal niks. Ja. Als we op een oppervlakte van 3 keer Nederland op drijvende vlotten, waar draadjes aan hangen, waar stukjes zeewier aangeprikt worden, die heel snel groeien, dus je kunt het hele jaar door oogsten, dan kunnen wij 9 miljard mensen dus inderdaad van perfecte eiwitten en vetten voorzien. Ja. Dus zeewier is letterlijk, wat hij zegt, ook de groente van de toekomst. En inmiddels hebben we 3 zeewierderijen, zeewierboerderijen. Zeewierderijen, heerlijk. Ja, in onze eigen Noordzee, in de Grevelingen, Oosterschelde. Ja. En er zijn alweer nieuwe licenties aangevraagd. Het klinkt een beetje gegeven als lupine, dat hoor je ook opeens overal. Ja. Het is inderdaad. Daar staat een lupine te bloeien. Oh, wauw. Ja. Maar lupine, dat zijn zeer hoogwaardige eiwitten die in de peulen zitten van de lupine. Een beetje zoals soja. Ja. En een beetje ook te vergelijken met seitan. Ja. Dus echt eiwitkampioenen. En even terug nog naar die vegetarische slager die dus lupine, ongelofelijke producten maakt met soja. Maar ook soja uit Duitsland, hè? Niet uit de Amazone regenwoud, maar ook met lupine. Ja, dat wist en ik. Ja. Meer en meer. En dat is ook een van de eiwitkampioenen waar we in de toekomst nog veel meer van gaan horen. Ja. Zeewier en lupine moeten we in de gaten houden. Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Ja. Top. En van zeewier kun je natuurlijk ook allerlei soorten namaak, lees, plantaardige vis maken. En ik weet niet of jij die, ik hou er niet van, want ik hou niet van vis. Ik eet het ook niet. Maar de vegetarische tonijn. Van de vegetarische slager. Ja, die heb ik wel eens op. Ja. Ja? En ik heb laatst zelfs vegan, moet ik zeggen, zalm op. Dat bestaat nu ook. Die sashimi. Nee, echt zalm. Ja. Echt een stukje zalm. Heet dat sashimi? Nou ja, het product wat je dan krijgt heet sashimi. Je bedoelt die roze dingen en het is... Nee, dit was echt een mootje. Dit is echt nieuw. Van So Fish. Ja. Oh, ja. Nou, dan hebben we het over hetzelfde. Ja. Rosella en Rodi. Ja, zou die kunnen, verkopen ja. dat, of gaan het verkopen, want het is nog niet officieel in de handel. Maar ze hebben wel al op heel veel plaatsen hebben ze mensen laten proeven. Oké, zou kunnen. Ja, het kan allemaal, mensen. Het kan allemaal. En, we moeten er naar vragen. En het bevat niet al die rotzooi. Ja. Denk eraan, hè, als je vis eet, eet je behalve een gigantische hoeveelheid nanoplastics. Want die zitten daar gewoon in. Plastic, hormoonverstoorder. Hormoonverstoord. Dols. Maar ook, ja Bert. Hier zitten wel een paar gore E's in, hè? Ja, maar Bertie, niet te vergelijken met die 80.000 gifstoffen die in vis zitten. En gewoon in de oceaan zitten. En het is een keuze, je hoeft het niet te eten. Precies, ja. Ja. Dus, maar die E's, daar zullen ze nog wel een keer een oplossing voor vinden. Het blijft bewerkt eten. Ja. Het blijft bewerkt eten. Ja. Ja. En dan moet je echt naar puur peulvruchten. Ja. Ook prima. Ook liever zelfs. Prima. Zeggen we ook niks van. Ja. Maar er zijn natuurlijk mensen die toch van die vis houden en een alternatief zoeken. Nou ja, straks is er stamcelvis en deze sashimi, zalm dus en tonijn en alles wat er gaat komen. Dat is... onvoorstelbaar hoor. Ja. En ik denk dat het meeste uiteindelijk uit China gaat komen. Nou, dat hebben we nu definitief vastgelegd. We hebben niet op jij gelijk recht. Maar ik heb het gevoel van wel. Hey, Dos, als ik al lang dood ben, ga jij die podcast nog een keer laten horen. Ja. Die is nu vereeuwigd. Je zult zien dat er heel veel van die dingen die ik vertel gewoon uit. Ze zeggen toch first they love at you, then they... They love at you, then they... Admire you, zoiets. Ja, dat eindigt met they admire you. Ja. Gaat gebeuren, Dos. Voelt aan alles. Als mensen, zeg maar, jullie of jou meer willen volgen, doe een promopraatje. See first, sowieso.
Kan je donor of lid worden? Ja, nou, donateur. Ik wil donor zeggen, ik denk dat klopt niet. Donateur. Ja. Nou, lid worden kan ook, maar niet bij ons. Ja. Want als je een lidmaatschap hebt, dat zit met de Nederlandse fiscus een beetje ingewikkeld. Ah, dan moet donateur. Je wel geld afdragen. We zijn ambi erkend. We gaan ook nog voor het CBS-keurmerk. Daar zijn ook maar heel weinig van. Die dat keurmerk hebben, daar gaan we voor, we zijn al bezig. Even denken hoor, we hebben twee websites, we hadden er vier, maar die zijn verwerkt nu in twee. SeeFirstKids.org, één woord, SeeFirstKids. Ik zal ze linken. Ja, en dat is de kinderwebsite, heel erg leuk, er staan vreselijk veel leuke dingen op. Allemaal belangrijke weetjes. Er komen ook spelletjes bij nu. En we hebben een animatiefilmpje gemaakt voor kinderen over dolfijnen. In het wild versus in gevangenschap, bijvoorbeeld. En dan hebben we een website voor volwassenen. SeeFirst.org. En dan kun je natuurlijk donateur worden. Dan krijg je ook een nieuwsbrief. Mm-hmm. We zijn heel actief op Facebook, op Instagram en waar ik zelf helemaal niks van af weet. Maar dat laat ik aan. Dat zijn andere mensen voor, ja. We hebben altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. En we hebben een heleboel verschillende werkgroepen. Werkgroepen, lessen, lezingen, die mensen train ik. We hebben een werkgroep events, evenementen. Maar ook een werkgroep, bijvoorbeeld fondsenwerving. Daar is nog niks uitgekomen, maar die zijn zich wel aan het oriënteren. Ja. Het is heel moeilijk om voor een club zoals wij, om daar fondsen te werven. Maar ja, we gaan gratis naar scholen. Ja. We moeten dat geld wel ergens vandaan halen. Ja, tuurlijk. Ja. Voor de reiskosten en om onze docenten een lunch aan te kunnen bieden en dat soort dingetjes meer. Ja. Voor het maken van nieuw lesmateriaal. Af en toe een animatiefilm laten maken die verschrikkelijk veel geld kost. Ja, dus we hebben echt wel geld nodig. Ja, ja. Maar donateurs helpen. We hebben er geen 80.000, zoals, of 800.000 geloof ik, zoals het Wereld Natuurfonds. Ja. We hebben er maar 350. Ja. Maar elke donateur is welkom. Elke vrijwilliger is welkom. Ja. Help ons. Ja, ja. We zijn de enige educatieve organisatie over de oceaan. In Nederland en in België. Ja. Andere organisaties doen een stukje. Wereld Natuurfonds, af en toe een stukje oceaan. Greenpeace ook. Ja. Dat soort dingen. Ja. Maar wij gaan echt naar de jeugd toe om te vertellen, jongens, zo kun je je toekomst veranderen. Ja, ja, en je hebt gehoord hoeveel impact je al hebt gemaakt daarmee. Ja. Ja, ja. Top, top. Ja. Ik ga het allemaal linken, dat het makkelijk vindbaar is. Heel fijn. En jij zegt bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En je moet ook die studie van Poor en Nemetschek erop zetten. Stuur het maar door. Ik zet hem erbij. Absoluut. Top. Ja. Ja, en als je dit hoort, dan betekent dat jij helemaal tot het einde van deze podcast hebt geluisterd. Waarvoor ik je wederom weer super wil bedanken. Ik denk dat DOS ontzettend belangrijke, urgente informatie heeft gedeeld. Waar we eigenlijk allemaal weer aan de slag zouden moeten gaan. En dat kan soms een beetje overwhelming zijn in het begin. Dus laat het allemaal even rustig tot je doordringen. Daar is helemaal niks mis mee. Ben je nou zo geraakt door het verhaal en heb je zoiets van, ja, ik wil die DOS echt steunen. Overweeg dan om donateur te worden of gewoon een eenmalige donatie te doen. Ze hebben je echt heel hard nodig. En ik denk dat het werk wat ze doen super belangrijk is om de boodschap te verspreiden. En jij nogmaals bedankt voor het luisteren. Vond je het een waardevolle aflevering? Vind je het een waardevolle show? Geef dan alsjeblieft een review op iTunes. Super belangrijk om de podcast meer bekendheid te geven. En ik hoop dat je, ondanks de kwaliteit van deze podcastaflevering, toch gemotiveerd bent om te luisteren naar de volgende aflevering die binnenkort online komt. Hij is al opgenomen. En ik kan je weer vertellen, het wordt echt een hele leuke gast waar je elke dag wat graag gaat hebben met de informatie die deze persoon gaat delen. Dus hopelijk tot de volgende keer.